Olyro.be. Beleg online met inzicht. Goedenavond, dames en heren, en welkom op het live Bolero Holding Event. We zijn weer blij om jullie zo talrijk aanwezig te zien. Vandaag op het programma staat een sectoroverzicht gegeven door KBC Securities analist Michiel de Klerk. En we hebben bedrijfspresentaties gepresenteerd door de CFO Tom Bamelis, Akkermans en Van Haren, CFO Christophe van de Capelle van Gimf en de GBL-CFO Xavier Liquin. Als u vragen heeft, dan kan u die stellen via het Ask a Question links onderaan uw scherm. De analist zal die dan stellen aan de CFO en zo hebben wij een vraag-en-antwoordmoment voorzien voor jullie. Ik wil u er graag op wijzen dat de heer Liquin in het Engels zal presenteren. Hij heeft wel Nederlandstalige slides voorzien en het antwoord die gegeven zal worden, zal kort samengevat worden in het Nederlands door Michiel de Klerk. Deel uw bevindingen en meningen zeker op sociale media via de hashtag BoleroHolding2020. En dan rest er mij enkel nog om u een fijne en boeiende avond te wensen. En ik geef graag het woord aan Michiel de Klerk. Dank u wel, Skennissy. Dus inderdaad, drie sprekers straks, drie topsprekers. Maar vooraleer dat we naar de sprekers gaan, gaan we even kort ingaan op het holdinglandschap. Hoe heeft dat het eigenlijk gedaan in 2020? We beginnen direct met de eerste slide, want 2020, toch wel een bewogen jaar voor vele mensen, zowel privé, op het werk of als je student bent. Dat kan ook een moeilijk jaar geweest zijn. En ook bij de beurzen was het een zeer woelig en een zeer bewogen jaar. Als we even kijken naar de grafiek hier links, we zien hier de performance van de Eurostoxx 50, de Nasdaq en de S&P 500. We zien uiteraard die sterke daling daar in maart, toen dat de coronagolf eigenlijk in gang kwam, overkwam van China. De Europese beurzen zakten 36%. Maar wat zien we uiteraard? We zien eigenlijk een zeer snel herstel in de maanden daarop volgend. En de reden voor dit eigenlijk toch wel snelle herstel is een zeer, laten we zeggen, snelle reactie van de centrale banken, zowel van de Europese Centrale Bank als van de Federal Reserve. Dat is iets wat in 2008, 2009 wat minder het geval was. Daar had eigenlijk de Fed wel wat sneller gereageerd, maar Europa wat later. En het was wat, laten we zeggen, too little, too late. Nu hebben ze eigenlijk besloten om snel geld in het systeem te pompen om eigenlijk zo de liquiditeit te bewaren. En u ziet ook, het heeft geholpen bij de beurzen. Ook als we kijken naar activiteiten in het algemeen. We zien IPO's, we zien M&A's, dus dat ligt zeker niet stil. We zien uiteraard natuurlijk wel een tweede dip daar in de maand van november, laten we zeggen. Natuurlijk een stijging van het aantal coronagevallen. Maar dan hebben we ook natuurlijk het positieve vaccinnieuws gehad, waardoor dat we eigenlijk het jaar nu momenteel amper 5% lager staan, wat dat eigenlijk toch wel beperkt is. En wat dat we zeker kunnen zien, is toch wel een groot verschil tussen Europa en Amerika. Amerika doet het stukken beter en dat is eigenlijk vooral gedreven door die grote portie technologie, innovatieve bedrijven die eigenlijk wat kunnen profiteren van die ganse coronagolf. Denk maar aan online payments, e-commerce en noem maar op. Ook veel van die bedrijven zitten in de S&P 500. Denk dan bijvoorbeeld aan een Apple of een Microsoft die het zeer goed doet. En vandaar dus die outperformance van die Amerikaanse markten. Nu, wij gaan eigenlijk, onze holdings die focussen zich vooral op de Europese markt. Dus als we eens even kijken, hoe hebben die daar tegenover geperformed? In het algemeen, de laatste, laten we zeggen, 10 jaar, doen de holdings het traditioneel altijd al beter. En in 2020 is dat zeker niet anders. Ook de daling op begin dit jaar was minder fors. En nu staan we amper 1% lager. Nu, ik wil er wel bij zeggen, dit is nog zonder de dividendbetaling, puur gebaseerd op de aandelenkoers. Veel van onze holdings zijn ook goede dividendbetalers met een zeer stevig en sterk track record. Dus als we dat er eigenlijk bij rekenen, dan kunnen we eigenlijk een licht positief rendement verwachten. Nu, dit zijn wel de non-mono-holdings. Voor de mono-holdings is dat een beetje hetzelfde. Zitten we ergens aan -1%, cijfers van eind vorige week. Nu, wat gaan we eens doen? We gaan eens vlug kijken naar die performance van de holdings onderling. Het is misschien een beetje een drukke grafiek, maar waarom wil ik het u tonen? We zien toch één stevige uitschieter daar bovenaan, Sofina. En wat zien we van de rest? We zien nog wel wat holdings die het goed gedaan hebben. Die ligt in het groen staan dit jaar. Ik kwam een brede rode, een Dieter in de oog, Quest for Growth. Maar we zien eigenlijk vooral dat er geen uitschuivers zijn langs onderen. En dat komt eigenlijk vooral omdat holdings die zijn zeer gediversifieerd, zijn actief binnen verschillende sectoren, waardoor dat de kans van enorme uitschieters veel kleiner is. En dat is nu juist het leuke aan holdings en het leuke om aan holdings te investeren.
Natuurlijk, bij monoholdings is dat wat minder geval, want ja, daar zijn ze enkel afhankelijk van het onderliggende actief. En daar kunnen we toch wel opmerken dat Tubize het zeer sterk gedaan heeft. Grotendeels door de natuurlijk resistente healthcare pharma-industrie, maar ook door zeer positieve resultaten van de UCB. Nu gaan we eens even kijken waarom doen sommige holdings het goed, hè? Of waarom doen ze het uitzonderlijk goed? Heb ik nu even hier Sofina, Brederode en Quest for Growth. Drie holdings die eigenlijk in het groen staan voor dit jaar. En als we eigenlijk kijken waarin dat die bedrijven actief of die holdings actief zijn, is het toch wel op een of andere manier logisch dat dit het geval is. Beginnen we bij Sofina, een bedrijf die normaal gezien een actief is in defensieve sectoren, denken we dan aan consumptie, healthcare, educatie. Maar hetgene dat ervoor gezorgd heeft dat Sofina het zo goed doet in 2020, is een sterke focus op digitale transformatie, op meer digitale bedrijven. Het is natuurlijk niet de volledig portfolio, maar ze zijn enorm actief binnen de venture capital wereld. Ze kennen geld toe aan venture capital fondsen die dat dan gaan investeren. Een groot deel van de portefeuille maakt dit uit. Maar Sofina heeft ook via Sofina Growth een eigen venture capital portfolio waar dat ze zelf venture capitalist gaan inspelen. En daar zien we toch wel enkele bedrijven die het dit jaar zeer goed gedaan hebben. Denken we dan aan een Byju's. Dat is online learning. Online learning in India. Ja, een zeer snel boemende markt en een trend die enorm versneld is gedurende corona natuurlijk. Een land die ook wel zwaar getroffen was door de coronamaatregelen. En online learning, dat is eigenlijk de enige optie op dat moment. Dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat die waardering van Byju's quasi verdubbeld is van een 5 naar een 10 miljard dollar. Als je rekening houdt dat, dat Sofina toch wel zo'n steek heeft van 7%, dat kan tellen. Daarnaast ook is ze zeer actief in e-commerce, of actief in de e-commerce, heeft de IPO gehad van de Hut Group. Dus dat zijn wel wat de positieve elementen dat die koers naar boven gestuurd hebben. Bij Brederode een klein beetje een overlappend verhaal. Wat dat we hier vooral zien is ook een venture capital portfolio, maar ook een beursgenoteerde, een gediversifieerde listed portfolio. Maar wat dat eigenlijk ook speciaal is aan die venture capital portfolio, deze is grotendeels geïnvesteerd in de VS en dus ook weer een markt die goed heeft kunnen profiteren van het IPO-klimaat de dag van vandaag. En dat is zeker een positief voor de venture capital fondsen. Hè. En dan misschien een buitenbeentje toch wel, een onverwachte winnaar, laat ons zeggen, Quest for Growth in 2020. Waarom zeg ik onverwacht? Wel, Quest for Growth is eigenlijk een privac, die moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Om ze even kort te houden, ze moeten vooral in Europa geïnvesteerd zijn en in, small en midcaps sector en de small en midcaps in Europa en Europa op zich. Het heeft toch wat minder goed gedaan dan andere beursindexen. En desondanks hebben ze toch een zeer sterk resultaat kunnen voorleggen. Eind november was de onderliggende portfoliowaarde 8-9% gestegen voor beursgenoteerde bedrijven. En voor de groep in het algemeen. Dus toch wel opmerkelijk. Zelfs de koers houdt nog een beetje achteraan. Dan de volgende slide hebben we de veerkrachtige performers. Hè. Dan, bedrijven die echt wel resilience en resistentie hebben getoond in de volledige crisis. We zien hier uiteraard ook onze drie sprekers. Hè. Dus daar zal ik nu niet te diep op ingaan, want die zullen dat straks meer dan uitgebreid vertellen. Ik wil het wel nog een keer bijzeggen. Dat zijn de returns van de aandelenprijzen. Houdt dus niet rekening met de dividenden die uitbetaald zijn. En echt wel drie mooie dividenden van alle holdings. Misschien nog even kort Dieteren uitleggen. Dieteren staat daar -6. Nu, sinds gisteren, eergisteren, staat het aandeel al in het groen voor dit jaar. Toch wel een beetje opmerkelijk. Hè. Het is een bedrijf die actief is in de auto-industrie. Maar het kan soms wat een vertekend beeld geven. Ze hebben Dieteren Auto langs de ene kant. Dus die zijn natuurlijk geïmpact. Hè. De Belgische automarkt 23% gezakt in 2020 dusver. Maar dan is eigenlijk, kunt u zien op de grafiek rechts, het grootste deel van de waarde komt eigenlijk uit Belron. Belron is natuurlijk ook wel wat beïnvloed door de crisis, want lockdowns zorgt voor minder volumes op straat, minder auto's op straat. Dus ook de kans dat uw autoruit breekt, de kans is hier ook wat kleiner. Hè. Nog even vermelden, Belron, dat is eigenlijk het moederbedrijf boven Carglass. Maar ondanks die dalende volumes, wat we wel gezien hebben bij Belron, die kan eigenlijk enorm profiteren van stijgende marges. Stijgende marges door meer complexe voorruiten.
vooruiten worden meer technisch. Ze worden bijvoorbeeld equipped met ADAS-systemen. ADAS, en dat heeft een ADAS-calibratie nodig. Het zijn eigenlijk camera's die op de vooruit geplaatst worden om enkele veiligheidsfeatures op de auto te ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld automatisch remmen en dergelijke. Nu nog even, twee holdings die wat achteraan bengelen, maar hier uiteraard is ook de impact beperkt. Hè. Ook alle twee een mooi dividend uitgekeerd in 2020. Nu, ik wil het gewoon even tonen, de reden waarom dat die wat harder beïmpact zijn, dat kunt u eigenlijk zien aan de grafieken rechts. Dat is namelijk omdat een groot deel van de waarde in één Activa zit. Hè. Dus bij Haltrust is dat Grand Vision. Hè. Die ging normaal gezien overgenomen worden door Essilor Luxotica. Dat was al afgesloten, of een deal die beklonken was voor de crisis. Maar dat waren nog enkele regulatory approvals nodig. Dus die deal is uiteraard wat aan het wankelen beginnen gaan. En dat heeft natuurlijk wat gezorgd voor koersdruk op HAL. Maar dat is niet te min. Het blijft een holding, zeer gediversifieerd. En dan hebben we bijvoorbeeld uiteraard een Coolblue die dan een positieve bijdrage heeft. Hetzelfde voor Bois Sauvage, een grote steek in UBCM. Dat zijn de United Belgian Chocolate Makers. Onweer meer bekend voor Nijhuis en Chef de Bruges. Ook daar natuurlijk minder toerisme. En chocolade toch wel een belangrijk toeristisch product van België, laten we zeggen. Dus daar is er wel wat impact. En zeker ook de kerstperiode, eindejaarsperiode, Sinterklaas, is belangrijk voor hun. En met die nieuwe lockdowns, daar kan natuurlijk wel wat druk komen. Maar ook hier hetzelfde. Het blijft een gediversifieerde holding. Dan hebben we bijvoorbeeld Recticel in de portefeuille, die een zeer sterk jaar aan het doen is. Dus ook hier blijft de impact beperkt. Laten we nu even kort nog eens kijken naar de waardering. Hoe gaan wij een holding gaan waarderen? Wel, hetgene wat we normaal gezien doen, is kijken naar het verschil tussen de marktwaarde of de beurswaarde van de holding en de onderliggende waarde die wij eigenlijk zelf gaan schatten. En dat noemen we dan de discount. Traditioneel in de neergaande markt wordt die discount groter en in de opgaande markt wordt die discount kleiner. Hè. Mensen zijn bereid om iets meer te betalen. Nu... Als we kijken over de laatste maanden, op de grafiek hier linksonder, zien we tweejaarlijkse gemiddelde. Daar zitten we ongeveer wel rond. Er is wat volatiliteit geweest daar. Heeft ook te maken met het niet altijd automatisch. Ja, de waarde van private stakes kun je soms moeilijker schatten. Dus vandaar dat wat een vertekend beeld kan geven. Maar over het algemeen, we gaan dus terug naar het gemiddelde. Maar als we kijken naar de holdings onderling, als we daar eens naar kijken, zien we wel enkele enorme verschillen. Bovenaan hebben we daar uiteraard Brederode en Sofina, die twee zijn in het groen. Daar hebben we eigenlijk een contractie gezien van de discount. En ook niet uitzonderlijk. Hè. Dat zijn dus die bedrijven die enorm actief zijn binnen die venture capital in de VS. En het zijn toch wel daar dat de deals plaatsvinden, dat er veel IPO-activiteit is. En investeerders, hè, we hebben het gezien met de grafiek van de Nasdaq, investeerders willen daarop inspelen en zijn bereid om daar meer voor te betalen. Nu, bij andere holdings, kleine schuivingen in discount, kleine verhogingen. Bij GBL is de discount licht toegenomen. Nu, het heeft ook een beetje een technische reden, maar Xavier zal daar waarschijnlijk wel nog wat dieper op ingaan. Ook bij Haltrust, zoals ik al gezegd had, door die Grand Vision deal wat onzekerheid. Hè. En dan nog bij de monoholdings iets meer cyclische sectoren, Heineken, KBC. Misschien toch wel een opvallende is Quest for Growth. Hè. Quest for Growth die daar toch wel dat goede jaar achter de rug heeft. Normaal gezien zouden we daar een discountverkleining verwachten. Is nog niet het geval, maar er is zeker nog ruimte daar. Dus kijk, ja, dat was het wat voor onze holdings. Hè. Dus ik stel voor dat we misschien overgaan naar onze sprekers. Dus allereerst wil ik graag Tom Bamelis van Akkermans en Van Haren verwelkomen. Ja, Tom. Goedenavond. Oké, kijk, ik zou zeggen, begin eraan hè, met de presentatie van Akkermans. En daarna gaan we over naar de Q&A. Ik wil nog even zeggen aan de kijkers, vergeet dus zeker niet om uw vragen gedurende de presentatie door te sturen, zodat we deze natuurlijk kunnen screenen vooraleer we naar de Q&A overgaan. Het is aan u, Tom. Dank u wel. En dank ook aan KBC Securities voor de organisatie van dit event en van deze gelegenheid. Het was natuurlijk heel veel leuker geweest om jullie live te kunnen ontmoeten en van in te kunnen gaan op uw vragen in de zaal. Maar we zullen dit vandaag doen via deze weg.
En misschien is het ook goed vooraleer in te gaan op het detail van de portefeuille en door de verschillende bedrijven te lopen, is misschien ook goed van toch even het ruimer kader te zien. Want we leven in geen eenvoudige wereld en we investeren in geen eenvoudige wereld. Ik hoef jullie vandaag niet te overtuigen van de impact die de pandemie heeft op het dagelijkse leven, inclusief het leven van een investeringsmaatschappij. Maar daarnaast is er ook nog een toenemende geopolitieke instabiliteit. Er zijn de gevolgen van globalisering. Climate change is misschien iets minder prominent aanwezig in de nieuwsbulletins elke dag. Maar is aan het gebeuren. We kunnen dat vaststellen op verschillende plaatsen in de wereld. En het creëert druk op land. Het creëert druk ook op een aantal andere grondstoffen. We hebben een wereldbevolking die toeneemt, die ouder wordt, die samenleeft in grote steden. Kortom, een heel aantal zaken die op zich best disrupterend zijn. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de technologische evolutie. Wel nu, als investeringsmaatschappij, hoe staan we daar tegenover? Wij proberen eigenlijk van in de keuzes die we maken in de portefeuille in te spelen op ook de opportuniteiten die gecreëerd worden, precies vanuit deze uitdaging. En wij beschouwen bijvoorbeeld technologische innovatie als een plus, als iets interessant voor ons om op in te spelen en om waarde te creëren. We zijn ons er maar al te goed van bewust dat we maar één planeet hebben, dat er geen plan B of planet B is en dus dat we absoluut moeten inzetten op duurzaamheid en op respect voor onze omgeving. En ik denk dat dat in onze portefeuille nergens beter benadrukt wordt en we zullen daar straks dieper op ingaan, nergens beter geïllustreerd wordt en benadrukt wordt met de hele ontwikkeling en investering die wij doen in de richting van hernieuwbare energie. En dat alles, als we dat goed doen, resulteert hopelijk in een goed resultaat en in de creatie van waarde op het niveau van de holding, maar zou ook moeten bijdragen tot het verbeteren van de kwaliteit van het leven van onze samenleving. Even concreet naar Akkermans en Van Haren. Akkermans en Van Haren is een verhaal van 150 jaar entrepreneurship. Het is inderdaad begonnen met de meneer Akkermans en de meneer Van Haren die vanuit Nederland naar België zijn gekomen, die openbare werken zijn beginnen doen en die aan de grond liggen van een investeringsmaatschappij waarin dat hun nazaten, de familieleden, nog altijd een belangrijke aandeelhouder zijn. Doorheen die 150 jaar zijn er een aantal rode draden geweest in de beslissingen en in de investeringen die Akkermans en Van Haren gedaan heeft. De groep heeft heel consequent heel de tijd ingezet op innovatie en diversificatie. En als we straks door de verschillende maatschappijen van de portefeuille gaan, dan zal ik daar verschillende voorbeelden van kunnen aanhalen. Wij zijn een actieve aandeelhouder. Wij zijn voor active ownership in onze participaties. We zijn niet zomaar iemand die op de beurs enkele aandelen koopt, dan ook weer verkoopt. Wanneer wij in een maatschappij investeren, wanneer we in een bedrijf investeren, dan zullen we daar een rol van actieve partner in zijn voor het managementteam en voor de andere aandeelhouders. We doen dat vanuit een entrepreneurial spirit. Zoals ik al zeg, het is een verhaal van 150 jaar entrepreneurship en een aantal voorbeelden daarvan zal u nog straks zien in de portefeuille. En wij investeren vooral op de lange termijn. Wij zijn geen korte termijn in kopers en verkopers van bedrijven. In- en uitstappen op de beurs is misschien iets wat u als privé-investeerder heel goed kan. Maar wij zetten in op investeren op lange termijn en het ontwikkelen van duurzame partnerships met de bedrijven waarin we geïnvesteerd zijn. En vandaag de dag leidt dat tot een portefeuille van een kleine dertigtal bedrijven waarin wij participeren, die, als we alles optellen doorheen die verschillende bedrijven, toch aanwezig zijn in nagenoeg alle landen van de wereld, 155 als we juist geteld hebben. En dus, wat is de rode draad? Wat is hetgeen we beogen wanneer we investeren? Is in feite van waarde te creëren door op een lange termijn te investeren in aandelen van andere bedrijven en zo de waarde van onze eigen portefeuille te laten toenemen. Ik ga niet te veel in details gaan over de cijfers, maar toch,
om u een beeld te geven van de betekenis, van de footprint van ons bedrijf, toch enkele cijfers. We hebben over 2019, dat was wel een recordjaar, maar hebben wij een netto resultaat gemaakt van 395 miljoen. Onze bedrijven samen vertegenwoordigen een omzet van ruim 5,6 miljard. En dat is maar mogelijk dankzij 21.500 mensen die daaraan deelnemen. Ik denk dat onze marktkapitalisatie vandaag ergens rond de 4,1 miljard schommelt. Dat wisselt natuurlijk een beetje in een coronajaar zoals 2020 erin is. En ik heb daarnet op de grafiek het verhaal gezien van de discount en ook de discount zoals dat die berekend wordt op Akkermans en Van Haren. Maar nu, als er één parameter is, als er één KPI is waar wij als management eigenlijk nog veel meer op focussen dan op een discount, dan is het in feite wel op de waardecreatie. En de waardecreatie die volgens ons eigenlijk het best gemeten kan worden door de creatie van bijkomend eigen vermogen. Onze maatschappij is in 1984 op de beurs geïntroduceerd geweest. Sindsdien hebben wij jaar na jaar compounded een rendement gehaald in aangroei van eigen vermogen van ongeveer 13%. En over die lange termijn is dat ook voor de beurskoers zo geweest. Dus over die periode van toch ruim 3 decennia meer dan 13% jaar per jaar. Dan neem ik u misschien toch graag even mee door de verschillende componenten van de portefeuille. En die zijn georganiseerd rond vijf business lines. En dan beginnen we traditioneel met de bouw en bagger, de marine engineering en contracting, met uiteraard DME. DME is nog altijd het bedrijf, denk ik, waarmee wij het meest spontaan geassocieerd worden. En dat vinden we ook helemaal niet erg. De oorsprong van ons bedrijf ligt in het baggeren. En meer nog, DME vandaag is een van die maatschappijen die op haar vlak, een van die vennootschappen die in haar vakgebied wereldwijd leider is. En zijn hoofdkwartier heeft in België. En zo zijn er toch niet al te veel. En als we aan DME denken, dan denken we uiteraard aan bagger. En u ziet hier twee mooie baggerschepen, een hopper en een kutter. Maar vandaag de dag is DME al veel meer dan dat. 40% van de omzet wordt nog altijd in het bagger gerealiseerd. Maar ondertussen is er een tweede divisie, DME Offshore, die ook ruim 40% van de omzet vertegenwoordigt, die dus ongeveer even groot is als het baggeren. En die zijn omzet realiseert in offshore werken. En dat is voornamelijk dan bij de bouw van offshore windparken, waar DME een van de pioniers was, waar DME Offshore een van de pioniers was en waar zij vandaag de meeste funderingen geïnstalleerd heeft voor offshore windparken. Daarnaast is DME ook actief op het vlak van milieudiensten, op het vlak van bouwmaterialen en op het vlak van infrastructuurwerken. Ik zei het al, het is een wereldwijde maatschappij. Ze is aanwezig in meer dan 90 maatschappijen, in meer dan 90 landen en heeft in 2019, dus afgelopen jaar voor corona, een omzet gerealiseerd van 2,6 miljard. Corona is uiteraard verantwoordelijk voor toch wel een aantal logistieke problemen en het feit dat een aantal projecten wat trager uitgevoerd kunnen worden dan dat in normale omstandigheden het geval geweest zijn. Maar toch was er over de eerste jaarhelft ruim een miljard omzet. En misschien belangrijker nog, ondanks het feit dat het moeilijk is om in de huidige omstandigheden of moeilijker is om in de huidige omstandigheden nieuwe contracten binnen te halen, kan DME terugvallen op een bijzonder sterk orderboek dat bijna 4 miljard euro bedraagt. Dus dat zijn allemaal werken die nog moeten uitgevoerd worden in de komende periode. Dat is natuurlijk maar mogelijk wanneer dat de maatschappij blijft vernieuwen en blijft investeren. En dat is ook dit jaar gebeurd. We hebben enkele maanden geleden een nieuw schip in gebruik genomen, de Meuse River. We zijn heel hard aan het bouwen aan een schip dat normaal gezien eerste kwartaal 2021 in de vaart komt. Dat is de Spartacus. Dat zal de krachtigste kutterzuiger zijn die ooit ter wereld gebouwd is. En we zijn in Taiwan bezig aan de bouw van een nieuw installatieschip, heel specifiek ontworpen voor de offshore windmarkt in Taiwan en in Azië. Dus ook in een moeilijk jaar, ook in een moeilijk coronajaar, blijft de maatschappij heel consequent doorgaan met het innoveren en met het investeren in haar vloot.
Maar het blijft daar niet toe beperkt. Het blijft niet alleen beperkt tot de huidige en tot de traditionele activiteiten. Daarnaast gaat DEME ook door zoals ze dat 15, 20 jaar geleden gedaan hebben met offshore wind, dat niet bestond. En van waaruit ze nu een hele nieuwe business hebben ontwikkeld. Zo gaan ze ook verder met het zoeken naar nieuwe toepassingen en naar nieuwe diversificaties. En we denken dat DEME als installator van offshore windpark bijzonder goed geplaatst is om ergens in de beweging naar groene waterstof een vooraanstaande rol te spelen. En het is waarschijnlijk toch een van de manieren om naar opslag en naar transport van energie een oplossing te betekenen voor de toekomst. Dus misschien als we over zoveel jaren terug op een event als dit kunnen spreken, zullen we kunnen zien tot wat het ondertussen geleid heeft. Net zoals DEME ook bezig is, en dat is dan via een dochterbedrijf dat GSR noemt, bezig is met te kijken hoe dat zij van diep op de oceaan, en dan gaat het ook echt diep, gaat over meer dan 4 kilometer, bepaalde knollen kan oprapen van op de zeebodem die heel rijk zijn aan bepaalde metalen, bepaalde mineralen die nodig zijn, heel specifiek voor de productie van de batterijen die je nodig hebt om de hele wereld te gaan elektrificeren zoals dat de bedoeling is. Dus DEME, ook na al die jaren, ook na die meer dan 100 jaar bestaan, nog altijd een prachtige maatschappij, wereldleider op zijn vlak en volop bezig met verder innoveren en diversifieren. En wanneer u een dergelijk model op lange termijn volhoudt, dan kan dat ook heel krachtig zijn. En u ziet hier, het zijn dezelfde cijfers die daarnet al even aan bod gekomen zijn, een omzet over 2019 van meer dan 2,6 miljard en eigen vermogen van bijna 1,5 miljard. Als u ziet waar we in 1990 stonden, dan hadden we het nog over een maatschappij van nauwelijks 100 à 200 miljoen omzet en eigen vermogen. Dus als op lange termijn een dergelijke inspanning, politiek en strategie wordt verder gezet, dan kan toch veel waarde gecreëerd worden. En dat is exact hetgeen wat wij graag doen. Dat is exact wat overeenstemt met onze ambitie en met ons model. Verder binnen de poot bouw en bagger zijn wij ook aandeelhouder van CFV. Daar hebben we 60% van. CFV is een genoteerde bouwmaatschappij die ook de aandeelhouder is van DEME, maar die naast DEME ook een activiteit heeft naar vastgoedontwikkeling, naar klassieke bouw, maar ook naar multitechnieken en naar het leggen van sporen. Ik kan alleen maar zeggen dat binnen de perceptie van het CFV en van het CFV-aandeel op de beurs, dat ik de indruk heb dat er soms aan voorbij gegaan wordt dat er eigenlijk sinds 2013, sinds het moment waarop wij de controle genomen hebben van CFV, toch heel wat werk gebeurd is ten gronde. En daar waar CFV in 2013 een maatschappij was die regelmatig verliezen moest boeken op verre buitenlandse avonturen of op bepaalde projecten, daar zien we dat er de afgelopen jaren toch een mooie trackrecord is opgebouwd van winstgevendheid en van stabiel, recurrent resultaat. En dus ik denk dat de markt dit van tijd tot tijd onderschat, want daar is de afgelopen tijd, daar is de afgelopen jaren, is daar mooi werk geleverd en dus naar mijn aanvoelen ook waarde gecreëerd. Een derde activiteit binnen onze portefeuille van bouw en bagger is Green Offshore. En ik zal daar niet te lang op, bij stilstaan of op ingaan. Maar toch belangrijk om aan te tonen dat we naast DEME en naast de bouw ook investeren in duurzaamheid. We zijn door investeringen die we samen met DEME doen, maar ook daarnaast, zijn wij aandeelhouder in rechtstreeks aandeelhouder in 2 offshore windparken voor de Belgische kust. En ik weet niet of de mensen zich realiseren dat als ze investeren in Akkermans en Van Haren, dat ze indirect mede-eigenaar worden voor een stukje van 155 megawatt hernieuwbare windenergie die voor de Belgische kust wordt opgewekt. Tweede activiteit binnen onze portefeuille is private banking. En tweede activiteit, dan is dat in chronologische volgorde te beschouwen, want alhoewel we vandaag nog altijd als Akkermans en Van Haren vrij spontaan geassocieerd worden met onze baggeractiviteit, is het zo dat gedurende, of sedert enkele jaren nu,
activiteit van private banking in termen van bijdrage tot de winst de belangrijkste, het belangrijkste actief geworden is. En wanneer we het hebben over private banking in onze portefeuille, dan gaat het over twee hele mooie instellingen. Deel een private bank langs de ene kant, die een bank is die zich toelegt op discretionair vermogensbeheer voor een particulier cliënteel en die daar in België, Luxemburg, Nederland en in de UK toch 42 miljard activa onder beheer heeft. En de zusterbank Bank van Breda, die een iets klassieker profiel heeft, maar in feite ook steeds meer in de richting van een private bank of een vermogensbeheerder, vermogensopbouwer evolueert. Ik denk van delen private bank moet ik niet zo heel veel vertellen. De cijfers spreken voor zich. Wij zijn begonnen in deze activiteit in de jaren 90. Toen was er 500 miljoen actief onder beheer. Op 30 september 2020 was dat aangegroeid tot 42,4 miljard. Misschien net zo belangrijk of nog belangrijker is het feit dat de activa van ons cliënteel ook in een moeilijk coronajaar goed beschermd geweest zijn. De klanten in vermogensbeheer die hebben een positief rendement na 9 maanden in 2020. En dat is exact wat van een partij als Delen verwacht wordt. Een conservatief, goede huisvader investering van een portefeuille voor privé-cliënteel. Zoals ik al zei, wordt ook onderschat misschien de samenwerking met Bank van Breda. Bank van Breda die een misschien iets klassiekere bank is van model, aangezien zij deposito's uit de markt krijgt, kredieten verleent aan cliënteel. Maar wat waarschijnlijk uniek is, en als u de radiospots hoort, dan wordt u daar ook aan herinnerd, zij focust zich totaal op de ondernemers en de vrije beroepers. En belangrijk in de samenwerking met de zusterbank Delen is dat eigenlijk er een steeds grotere wisselwerking bestaat tussen cliënteel van de twee banken en dat het cliënteel van Bank van Breda ook een belangrijke bron is van bijkomende kapitalen onder beheer bij Delen Private Bank. Onze derde activiteit situeert zich in de vastgoedsector en daar doen wij drie zaken. We zijn met Extensa actief als een ontwikkelaar op twee grote projecten. Het ene project is Tour & Taxi in Brussel, waar u hier een foto van ziet van de renovatie van de Gare Maritime, die als onderdeel van het historische gebouwencomplex op Tour & Taxi in Brussel nu gerenoveerd wordt tot een heel nieuw kantorencomplex. U ziet het met houtskeletbouw binnen het historische skelet van de gebouwen van Tour & Taxi. Een fantastische renovatie, ook op het vlak van duurzaamheid. Daarnaast is er een groot project in Luxemburg, waarvan u hier een afbeelding ziet. En dus dat zijn de twee grote projecten waarbinnen Extensa focust op vastgoedontwikkeling. De tweede activiteit binnen vastgoed is een BEVAC, Leasinvest Real Estate, dat noemt tegenwoordig een GVV. Daarmee zitten we dus in vastgoedbeheer met een portefeuille van ongeveer 1 miljard 100 miljoen, die zich concentreert in Luxemburg, België en Oostenrijk. En de derde activiteit is een activiteit naar ouderenzorg. En waarom zit ouderenzorg in vastgoed? Omdat hier niet alleen de exploitatie, maar ook het bezit van het vastgoed deel uitmaakt van het businessmodel. U hebt hier een voorbeeld van een recent geopend woonzorgcentrum in Anderlecht. En vandaag de dag is het netwerk, of bestaat het netwerk van Anima Care uit een 23-tal residenties waar we meer dan 2500 mensen kunnen ontvangen. En waarom is Anima Care ook zo'n mooi voorbeeld van waar Akkermans en Van Haren voor staat? Wel nu, dit is een initiatief dat begonnen is in onze kantoren, in partnership met een volbloed ondernemer die ons is komen vinden met een goed idee. En over die periode van 10, 15 jaar is er vanuit het niets ondertussen een portefeuille opgebouwd van meer dan 2500 bedden. Wij hebben tijd wanneer het model goed zit, wanneer het team goed is, wanneer de mensen juist zijn, dan kan op de lange termijn een heel mooi resultaat gecreëerd worden. En dat is precies wat we hier zien bij Anima Care. Vierde tak binnen onze portefeuille noemen we Energy and Resources, maar het belangrijkste actief daarin is onze deelneming in CIPEF. CIPEF is een beursgenoteerde plantageholding, legt zich toe voornamelijk op palmolie, maar dan wil ik er direct bij zeggen,
heel belangrijk, op duurzame palmolie. En uitsluitend op duurzame palmolie. Want palmolie is op zich een product waar van tijd tot tijd wel wat controverse rond bestaat, zeker hier in West-Europa. Maar dus daar staat CIPEF heel ver van, want CIPEF legt zich uitsluitend toe op de teelt van duurzame palmolie. Dat blijkt ook uit de cijfers. We waren daar verleden jaar toch goed voor ruim 300.000 ton. Het feit dat CIPEF zich zo nadrukkelijk toespitst op duurzame palmolie, betekent dat de expansie die we daar willen realiseren, dat die natuurlijk zijn beperkingen kent. Want het is zomaar niet mogelijk en het is ook helemaal niet wenselijk van bijvoorbeeld oerwoud nog te vernietigen om nieuwe plantages te creëren. Toch willen we de maatschappij verder laten groeien, verder laten ontwikkelen. En een van de manieren om dat te doen, is om dan te zorgen dat op de beschikbare hectares er een grotere productie kan worden gerealiseerd. En het is precies in die zin dat u moet begrijpen, de investering die we gedaan hebben eerder dit jaar in een maatschappij zoals Verdant Bioscience. Het is een maatschappij die in Singapore gevestigd is en die bezig is, samen met een vestiging in Indonesië, die bezig is zaden te ontwikkelen van oliepalmen die een veelvoud zullen kunnen voorbrengen op een dag. Dat is toch het plan ten opzichte van de bestaande producties. Dus dan zal het mogelijk zijn van de productie te vergroten zonder nieuwe hectares in gebruik te nemen. En daarmee zijn we dan in feite niet zo ver van wat onze laatste activiteit binnen de portefeuille van Akkermans en van Haren vertegenwoordigt. En dat is wat we samenvatten onder de term groeikapitaal. Daar durven we naar sectoren al wat opportunistischer zijn. Daar positioneren we ons als de partner, ook voor de langere termijn, in diverse sectoren voor managementteams of voor ondernemingen die op langere termijn op zoek zijn naar een equity-investeerder. En daar kunnen we zowel investeren in al wat grotere, gevestigde bedrijven, maar het afgelopen jaar hebben we getoond dat we van tijd tot tijd ook bereid zijn van te investeren in nog vrij jonge of beloftevolle ondernemingen. En dat hoeft echt ook niet alleen beperkt te blijven tot België. We hebben een aantal deelnemingen in onze portefeuille die in India gevestigd zijn. En dit jaar zijn er bijkomende investeringen gebeurd in de Health Quad fondsen. Dat zijn fondsen die zich heel specifiek toeleggen op opportuniteiten die zich aanbieden in de Indische markt van de gezondheidszorg. Maar we hebben ook geïnvesteerd, en het gaat over kleine bedragen, maar het gaat ook nog over een heel jong bedrijf. Bedrijf dat voortgekomen is uit de kennis van de Universiteit van Gent en vanuit IMEC, Indigo Diabetes, die een speciale sensor hebben ontwikkeld, een hele kleine sensor die onderuit kan aangebracht worden en ervoor zorgt dat mensen die aan diabetes lijden continu hun waarden kunnen meten en niet meer hoeven continu geprikt worden. Net zoals we met MRM Health ook in een spin-off van de Gentse Universiteit geïnvesteerd hebben, maar die dan meer inzet op het microbioom, dus op darmflora voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Dus u ziet dat we ook in onze groeikapitaalportefeuille doorgaan met initiatieven zowel naar een aantal nieuwere bedrijven, zoals er nu net een drietal zijn gepasseerd, maar ook heel recent, en we zijn best fier op deze investering, een misschien ook nog altijd heel vooruitstrevend en technologisch bedrijf, maar toch al iets verder in zijn ontwikkeling, hebben kunnen toevoegen aan de portefeuille. We hebben een 20% deelneming genomen in OMP, gevestigd in Wommelgem. En is een bedrijf dat misschien nog niet zo gekend is in België, maar dat in zijn vak van de supply chain software tot de absolute wereldtop behoort. En wanneer we die investering gedaan hebben, zijn we verrast hoe weinig weerklank dat gekregen heeft in de Belgische pers en in de Belgische investeerderswereld. En langs de andere kant waren we ongelooflijk verrast van waar ter wereld overal boodschappen daar rondkwamen en felicitaties daar rondkwamen. Dus we hebben hier ook echt een heel mooi bedrijf kunnen toevoegen in onze portefeuille. Nu, waar gaat dit ons allemaal brengen voor het jaar 2020? Wel, het is duidelijk dat 2020 een jaar is waar ook onze resultaten geïmpacteerd zullen zijn door corona. Maar al bij al denk ik dat precies zo'n speciaal en uitzonderlijk jaar 2020 met corona, de deugdelijkheid en de kracht van het businessmodel van Akkermans en van Haren heeft aangetoond. Want ja, onze resultaten zullen in 2020
wat minder zijn. Maar we hebben aangekondigd dat de tweede jaarhelft best wel sterk zal zijn. En een heel pak beter zelfs nog dan het eerste semester. Wij hebben een politiek waarbij we uitgaan van sterke balansen en van weinig schuld. En dus dat heeft ons toegelaten van in deze uitzonderlijke omstandigheden, of in dit uitzonderlijk jaar, van niet moeten bezig te zijn met op dat moment nog snel de balansen te repareren. Integendeel, we hadden een heel comfortabele cashpositie van nog 200 miljoen op 30 juni. En we zullen over het volledig jaar 2020, en het is nog niet helemaal voorbij, dus ik wil een beetje voorzichtig blijven, maar we zullen ruim 100 miljoen geïnvesteerd hebben in nieuwe initiatieven en in het versterken van de bestaande participaties die we al hebben doorheen de portefeuille. Tot daar mijn uiteenzetting. Indien daar vragen over zijn, dan neem ik die heel graag. Dag Tom, bedankt voor de presentatie. Je hebt volgens mij een zeer goed... Ik heb misschien nog een filmpje die het allemaal nog even samenvat. Ik weet niet of dat nog kan. Of... Kijk, dat kan nog vlug. Dat kan nog vlug, inderdaad. Ja, dan ga ik dat er nog even bij doen. Nowadays, the world is in an exponential transformation. There is this pessimistic view of the changing world and the problems associated with it. Think of globalization, geopolitical instability and disruption to technology. Climate change, limited land and natural resources. World population growth and the challenges it brings. But for us, challenges are often the beginning of new opportunities. At Ackermans & Van Haren, we prefer to look at the world in an optimistic way. And we really want to make a contribution. We have made this the vision of our company. Achieve a better future for all by creating sustainable growth. For this reason, we invest in companies based on long-term partnerships. We focus on strategies of innovation and diversification, on active ownership, with an entrepreneurial spirit. For 150 years, we have been investing in companies around the world with whom we share the same global vision of growing environmental consciousness, sustainable products and services, increasing the quality of life across generations. AVH is active in 5 core industries: marine engineering and contracting, ranging from dredging to marine construction to renewable energy and deep sea minerals. Private banking, mainly active in discretionary asset management and with a focus on entrepreneurs and liberal professions. Real estate, with activities ranging from real estate development to asset management. And senior care and assisted living, providing healthcare services. Energy and resources, with main focus on sustainable tropical agriculture. And growth capital, providing development capital to family companies with a strong competitive position and high growth potential. At AVH, the shared family values are and will always remain the strong fundamentals of the group. Because in the end, it's all about people. Er zijn redelijk wat vragen binnengekomen. Veel vragen die wat overlap hebben, dus ik zou wat proberen samen te voegen hier en daar. Dus laten we misschien eerst beginnen met DME CFV. Mm-hmm. Laten we zeggen, veel voorkomende vraag is toch wel hoe dat jullie aankijken naar die toenemende concurrentie in China van baggeraars. En misschien een beetje een follow-up daarop rond de herkapitalisatie dat jullie gedaan hebben van IHC, ook in Nederland. Ja. Waarbij dan toch, als ik dat erbij mag zeggen, ze zijn van een totaal verschillende orde. En ik zal op IHC komen, maar is van een totaal andere orde dan waar we mee bezig zijn met DME CV. Wel, ik denk, de wereld, ik heb het aangegeven in het begin, is moeilijker en moeilijker. Is globaler langs de ene kant. Tegelijkertijd zijn er bepaalde markten in de wereld die moeilijk en moeilijker toegankelijk zijn. Er is altijd al een belangrijke baggercapaciteit geweest in China. Die is historisch gezien vooral geconcentreerd geweest of actief geweest op de eigen thuismarkt. We zien inderdaad dat die de afgelopen jaren ook naar
onze traditionele markten uitzwermt. En ja, wij staan regelmatig in concurrentie met Chinese competitie op bepaalde aanbiedingen. Dat klopt. Langs de andere kant denk ik dat we daar ook niet overdreven veel complexen tegenover moeten hebben. Ik heb in de presentatie denk ik een paar keer aangegeven dat DME heel, heel coherent en heel doelbewust doorgaat met innoveren en met investeren. En het is duidelijk dat op vlak van technologie ik denk onze maatschappij er beter voor staat dan om te beginnen een aantal westerse concurrenten, maar zeker ook dan de Chinese concurrenten. Dus dat is één. Twee, waar denk ik ook DME zich onderscheidt ten opzichte van de Chinese concurrentie, is in haar diversificatie. DME is vandaag allang veel meer dan alleen maar een baggermaatschappij. Als u kijkt op welke termijn, 15 jaar, er een leidende positie wereldwijd is uitgebouwd op het vlak van de installatie van offshore windparken, ja, dat is iets wat volgens mij bij de Chinese maatschappijen vandaag de dag nog niet zo het geval is. En wat er wel voor zorgt, want ook daar krijgen we wel meer concurrentie met de tijd. De meeste andere partijen hebben wel gezien dat dit een markt is die interessant is en die ook aan potentie toeneemt. Maar wat we zien, dat is dat er enerzijds meer concurrentie is, maar anderzijds dat de markt ook sterk vergroot. Ik gaf in de presentatie aan, DME is op dit moment bezig met de bouw van een schip specifiek voor de Taiwanese en de Aziatische markt. We zullen met de nieuwe administratie in de Verenigde Staten misschien ook sneller die kant kunnen uitkijken dan dat vroeger het geval is. Dus daar waar bijvoorbeeld offshore wind vroeger heel sterk alleen een Europees en dan nog een Noordwest-Europees gegeven was, daar breidt dit zich nu uit over de hele wereld. Oké, dat is... Misschien IAC. Ja. Wij hebben een klein steentje bijgedragen tot de herfinanciering van IAC, omdat IAC op dat moment moeilijke tijden doormaakte financieel. DME had op dat moment 5 schepen die in aanbouw waren bij IAC. En die schepen die worden besteld omdat daar opdrachten tegenover staan, omdat daar werken voor zijn. En het was dus wel belangrijk dat er continuïteit zou zijn en dat ook die schepen zouden kunnen geleverd worden. Ik verwees daarnet al naar de Spartacus, dus de krachtigste kutter die in aanbouw is. We hebben dat schip nodig om dat orderboek van 4 miljard, waarnaar ik verwees, om dat uit te voeren. Ja, uiteraard. Oké, goed. Dat was een duidelijk antwoord, vind ik toch wel. Misschien het volgende, iets dat toch wel recent in het nieuws geweest is, zie ik een paar keer terugkomen, rond CPEF, de recente veranderingen in de exportheffingen die door de Indonesische overheid zijn opgelegd. Kan u daar wat meer uitleg geven nog? Wel, het heeft de markt verrast, stel ik vast. Het heeft zeker ook CPEF verrast. We zullen moeten zien wat op termijn de uitwerking daarvan is. Ik denk dat de directe aanleiding voor die tax is het feit dat het verschil tussen de prijs van de gewone olie en van palmolie dat te groot geworden is. Dat is belangrijk in Indonesië omdat men daar een programma heeft van verplichte bijmenging van palmolie om biodiesel, voor biodiesel toepassing. En naarmate dat het prijsverschil tussen de twee te groot wordt, moet er meer bijgelegd worden door de overheid. Dat fonds was leeg en dus ze hebben als oplossing gevonden of gezien van die tax te verhogen. Ik begrijp dat daar inmiddels in Indonesië ook tegen gereageerd wordt, ook door de lokale producenten. Dus we zullen wel zien wat uiteindelijk het wordt. Maar het is duidelijk dat wanneer er een element uit de lucht komt vallen zoals dit van een hogere tax, dat op korte termijn impact heeft op de rentabiliteit. We zullen moeten zien hoe zich dat vertaalt in prijs. En ik weet niet, maar misschien heeft het er wel mee te maken dat de prijs de laatste tijd vrij sterk gestegen is. We zullen ook moeten zien op termijn hoe dit zich uitwerkt op de totale hoeveelheden van productie. Misschien zijn er een aantal mensen die daardoor minder gaan produceren of minder geïnteresseerd zijn om te gaan produceren. Dit is jammer. Het neemt op korte termijn duidelijk een deel van de upside van CPEF weg. Dus wij hopen dat op zijn minst nog een stuk verzacht kan worden. En dan zullen we moeten zien op langere termijn. Maar we zijn gewend van op lange termijn te investeren. En we hebben ook in andere landen al wel eens belastingen zien verhogen en ook terug verlagen. Dus we volgen dit uiteraard. We volgen dit met veel aandacht. Maar we gaan niet op heel korte termijn onze positie zomaar wijzigen omwille van een dergelijk element. Oké, dat is duidelijk.
Nu, misschien een meer thematische vraag. Mensen zeggen soms nog altijd, Akkermans en Van Haren, dat is baggeractiviteiten en banken, dan ook wat energie en real estate, maar meer oude sectoren, laten we zeggen. En hetgene wat, ja, dat is eigenlijk voor iedereen wat zo. Iedereen ziet die digitale transformatie gebeuren. Men vraagt zich af, hoe gaat Akkermans en Van Haren daarmee om? Hoe gaan jullie daarmee omspringen in de toekomst met die nieuwe trends die toch wel aangaan, dat een blijvende impact heeft op de wereld? We gaan daar heel intensief mee om. Maar ik vind het interessant dat u zegt oude sectoren. Nee, maar ik bedoel de meer traditionele... Ja. Want ik ging innovatie uiteraard binnen de sectoren zelf. Ik ging u net zeggen, ik ken maar weinig bedrijven die zo hoogtechnologisch zijn als DME, maar dat is voor de hand liggend bij de ontwikkeling van nieuwe schepen, bij het inzetten van artificiële intelligentie, bij het verbeteren van productieresultaten en dergelijke. Dus ik denk dat u zich dat nog wel vrij gemakkelijk kan voorstellen. Maar ook in onze banken. U noemt banken dan een traditioneler métier en dat is het misschien ook zo. Maar ik denk voor de mensen die gebruik maken van de app van Bankdelen, die zullen overtuigd zijn van het feit dat op vlak van technologie, die op geen enkel vlak moet onderdoen voor heel wat andere app en nieuwe fintech-toestanden. Hè. Dus het is niet zo omdat een bedrijf een bepaalde omvang heeft en omdat het al een bepaalde historiek heeft, dat ook daar niet heel intensief zou kunnen bezig, dat men daar niet heel intensief zou kunnen bezig zijn met het zoeken naar nieuwe technologische toepassingen. Dat is eigenlijk doorheen heel onze portefeuille het geval. En zeker ook in de bedrijven die dan traditioneel worden gezien als de wat oudere sectoren. Ja. Ja, dat is wel. Er is zeker overal een transformatie in de gang. Je ziet dat ook in de portfolio van DME en alle de nieuwe zaken die ze doen. Misschien, En u hebt ook gezien, ik heb het op het einde van de presentatie gemeld, we hebben ook heel specifiek in een aantal meer technologisch gedreven bedrijven geïnvesteerd. Ik zal beginnen met de laatste, OMP, is Supply Chain Software. Ik denk dat dat echt hoogtechnologisch is. Maar ook de MRM Health, de Indigo, de Verdant Bioscience. Dat zijn allemaal puur technologisch gedreven bedrijven. En is dat dan iets dat jullie bij Akkermans en Van Haren Grove dan wel meer rechtstreeks in willen aanwezig zijn naar de toekomst toe? Of, want nu gaat er vooral innovatie aan de gang binnen de bedrijven. Maar zou u, zoals u al reeds gezegd hebt, is dat een strategie dat je verder wil ontwikkelen bij Akkermans en Van Haren Grove? Of? Het is een verhaal van en. Ja. We willen dit doen rechtstreeks wanneer we daar de juiste opportuniteiten voor vinden. Maar net zo belangrijk, of waarschijnlijk nog belangrijker gezien de omvang, dat is dat ook binnen onze bestaande portefeuille in die zin initiatieven worden genomen en worden gesteund. Oké. Dank u wel hiervoor. Misschien nog een vraag over de bankendivisie. Hè. Het zijn inderdaad geen traditionele banken. Het zijn ook eigenlijk vermogensbeheerder, hè, maar ze vallen wel onder het, volgens de ECB onder de norm bank, hè, waardoor dat ook gevraagd of verzocht werd om geen dividend uit te betalen dit jaar. Nu, we zitten normaal gezien, morgen is er opnieuw een ECB-meeting, zou wat meer info daarover zijn. Stel nu dat er nog altijd restricties blijven of dat er een beperkte payout is, laat ons zeggen. Kan dit een impact hebben op het dividendbeleid van Akkermans en Van Haren? Omdat die cashflow zal verminderen. Nu, de waarde zal uiteraard blijven in de groep. Hè. Het is moeilijk om vooruit te lopen op wat ter zake beslist zal worden. Daar hebben we geen informatie over. Ik kan alleen maar zeggen dat wij dit jaar, 2020, hebben wij in maart, wanneer dat de coronacrisis voor het eerst vol toesloeg, hebben wij gezegd, we gaan even wachten met de dividend. Maar we zijn uiteindelijk dan, verleden maand, zijn we overgegaan tot het uitkeren van een dividend van 77 miljoen naar onze aandeelhouders. Ook al hebben de banken ook dit jaar geen dividend mogen uitkeren aan Akkermans en Van Haren. Ik denk dat met de portefeuille die we hebben, met de diepte van de portefeuille die we hebben, met de financiële middelen die we hebben, vonden we dat het belangrijk was om dat signaal te geven, ook omdat onze resultaten er zijn. Het was belangrijk om dat signaal te geven naar de aandeelhouder. Het klopt dat de banken een belangrijke bijdrage leveren bij het dividend. En dus het maakt het natuurlijk gemakkelijker om ook op ons niveau een dividend uit te keren. We zullen moeten zien wat de toekomst brengt. Ik denk
denk dat het prematuur is om daar nu grote uitspraken over te doen. Ik kan alleen maar zeggen dat sinds onze maatschappij, sinds Akkermans op de beurs genoteerd is, ze het dividend nog nooit geschrapt heeft en ook nog nooit verlaagd heeft. En maar 2 of 3 keer op niveau gehouden en al de andere jaren heeft ze het dividend kunnen verhogen. Dus we zijn ons maar al te goed bewust van het belang naar zowel de individuele kleinere aandeelhouders naar de institutionele aandeelhouder van zo'n dividendbeleid. En ja, goed, wat de ECB zal beslissen, dat zullen we dan wel vernemen. Ik kan alleen maar zeggen dat ondertussen de ratio's van onze banken er alleen maar op versterken. Ik denk dat we bij Delen Private Bank stilaan aan de 40% eigen vermogen komen. Tier 1, ja. Veel sterker dan dat zal je moeilijk vinden. En dus misschien moest er toch zo'n beperking blijven. Misschien komt er dan ook een moment waarop dat ook onze toezichthouder daar begrip zou voor hebben. Ja, oké, dat is inderdaad ook een mogelijkheid. Hè. U ziet twee best-in-class banken. Ik zie dat de tijd wat op aan het geraken is. Is er iets van een final note dat u nog wil meegeven aan de investeerders? Hè? Waarom het toch wel aantrekkelijk is om nu in Akkermans en Van Aren te investeren? Wel, ik heb daarnet goed gekeken naar uw tabel en naar de discount. En ik heb daar alle respect voor. En dat is het werk dat de analisten moeten doen. En dat moeten ze vooral ook blijven doen. En we zijn blij met elke interesse en met elke analist die het aandeel opvolgt. Maar ik zou hopen dat de mensen die vanavond gekeken hebben toch ook zich de grafiek zullen herinneren van de opbouw van waarde, van eigen vermogen, jaar na jaar na jaar na jaar. Want onze portefeuille, denk ik, en wat we zijn, is meer dan maar een optelsom van een aantal lijnen en dan een discount. Het is ook het vermogen om vertrekkende van zo'n portefeuille een rendement te garanderen, of een rendement te realiseren, zo moet ik het zeggen, jaar na jaar. Ik denk dat dat eigenlijk misschien nog wel belangrijker is, de capaciteit om dat te doen, is misschien nog wel belangrijker dan de discount die op de een of de andere manier berekend kan worden. Oké, dat is zeer duidelijk. Zeg, Tom, bedankt hiervoor. Hè. Ik zou zeggen, de presentaties die zullen nog doorgestuurd worden, dat de beleggers nog eens dieper daarop kunnen inkijken. Moesten er ook nog vragen zijn, kan u die altijd doorsturen. Hartelijk bedankt en een fijne avond nog. Dank u wel. Tot ziens. Ik wil nu onze volgende spreker verwelkomen. Hè. Dat is Christophe van de Capelle. Christophe, aangenaam. Hè. Dus kijk, ik zal het woord aan u laten. Maar ik wil nogmaals zeggen aan de sprekers, hè, de CFO van GIMF trouwens, ja, maar dat wist u wel al. Ik wil nog even zeggen aan de sprekers, vergeet zeker niet om uw vragen gedurende de presentatie door te sturen. Ik zou zeggen, Christophe, hè, begin eraan en succes. Dank u wel, Michiel. Goedenavond, beste Bolero-belegger. Het is een hele eer en een genoegen voor mij om vanavond jullie mee te nemen in het GIMF-verhaal. Ik heb begrepen dat jullie talrijk aanwezig zijn en bedankt alvast voor de interesse daarvoor. En ook dank aan Bolero om dit evenement mogelijk te maken en ons uit te nodigen hiervoor. GIMF, voor wat staan wij? Wij bestaan dit jaar 40 jaar en bij de aanmaak van ons jaarverslag vonden wij toch wel eens nodig om na te denken over wat zijn nu de kernbegrippen waar wij moeten naar kijken als we het over GIMF hebben. En u ziet ze hier weergegeven, dit zijn ook de drie kernbegrippen die op ons jaarverslag staan, op ons 40 jaar jaarverslag. En dan gaat het over ondernemen, dan gaat het over doorzetten en dan gaat het over verder kijken. En ik lig graag even kort toe. Ondernemen, GIMF houdt van sterke ondernemers. GIMF zoekt de sterke ondernemers op om samen met hen als een partner een groeiverhaal te kunnen neerzetten. Dat is de kern van onze métier, dat is de kern waar GIMF voor staat. En het is samen met die sterke ondernemers dat wij waarde kunnen creëren met hen, maar ook voor de GIMF-aandeelhouder. Dat loopt niet altijd over een leien dakje, vandaar ook het doorzetten. Samen met die ondernemer moeten wij doorzetten. In alle participaties komen wij soms problemen, uitdagingen tegen. En dan komt het erop neer om niet bij de pakken te blijven zitten, maar om onze ondernemers, om onze participaties te blijven ondersteunen naar een verder mogelijk groeiverhaal. Verder kijken, zeer belangrijk, zeker vandaag. Bij GIMF zijn wij vooruitgangsoptimisten. Wij kijken naar innovatieve verhalen, wij kijken naar groeipotentieel. Vanuit een sterkte van een bepaald bedrijf willen wij kijken naar wat het verder
kan betekenen naar groei en waarde. Dus verder kijken is iets wat wij dagelijks doen. Niet achteruit kijken, maar verder kijken. Deze drie kernbegrippen vatten samen waar wij bij GIMF voor staan. Ik zal nu even iets meer ingaan op de cijfers en de details. Als we kijken naar wat GIMF heeft betekend de voorbije 40 jaar, dan komt het erop neer dat wij een bedrijvenbouwer zijn. Building leading companies, dat is onze slogan. En dat hebben wij ook waargemaakt. De voorbije 40 jaar. Hier staan een aantal bedrijven die zeer bekend zijn voor jullie. En waar wij heel trots op zijn dat wij mee aan dit verhaal, aan deze sterke performance hebben kunnen meebouwen. Dit is, ik zei dat we niet te veel achteruit kijken, dus we gaan hier ook stoppen met achteruit te kijken. Vanaf nu kijken we vooruit. Wat is GIMF vandaag? GIMF is vandaag een bedrijf met 2 miljard onder beheer, waarvan 1,14 miljard geïnvesteerd in portefeuille. Wij zijn actief in 4 landen, maar we hebben geen regionale organisatie. We hebben een organisatie gebaseerd op wat wij noemen investeringsplatformen. Ze staan hier opgelijst: Connected Consumer, Health and Care, Smart Industries en Sustainable Cities. We hebben 7 jaar geleden bewust die keuze gemaakt om af te stappen van een regionale benadering en te kijken naar deze 4 platformen. Platformen die trends proberen te detecteren in wat gaande is in de wereld en hoe wij daar kunnen op inpikken via onze investeringen. Dat zorgt voor een sterke specialisatie van onze teams. Dat zorgt voor een ander dialoog met de ondernemer dan als je puur en alleen vanuit een landen- of een productbenadering zou kijken. Ik zei het, een portefeuille van 1,14 miljard, geïnvesteerd vandaag in 55 bedrijven. Dus onze portefeuille vandaag bestaat uit 55 bedrijven. Ik kom daar straks nog iets meer op terug. Die bedrijven samen realiseren een omzet van 2,6 miljard en stellen 14.000 mensen te werk. Voilà, hier ziet u ze. Onze 50 bedrijven. De ene naam is misschien al bekender voor jullie als de andere. Maar wij hopen dat er binnen deze 50 bedrijven zeker een aantal zitten die wij binnen 10 jaar, bij ons 50-jarig bestaan, zullen kunnen meenemen als mooie, bekende groeiverhalen. In plaats van al te veel te zeggen wie wij zijn, tonen wij graag wie we zijn door wat we doen. En vandaar dat ik ook graag met jullie enkele van onze meer recentere investeringen bekijk en dat ik ook even zal stilstaan bij enkele recent gerealiseerde succesverhalen. Televic. Televic is een nieuwe investering binnen de GIMF-familie. Een investering die we deze zomer met veel trots hebben kunnen aankondigen. Het was tegelijkertijd ook de belangrijkste investering van op de GIMF-balans in het bestaan van GIMF. Televic is een Belgisch bedrijf, een Vlaams bedrijf, actief in moderne communicatieoplossingen. Zij doen dat in een hele race van sectoren. U ziet er hier een aantal weergegeven, bijvoorbeeld alles wat transport aanbelangt, maar ook in de gezondheidssector, in conferentiesystemen, zijn ze eigenlijk op wereldschaal een marktleider. Dat is een bedrijf dat opnieuw vertrekt vanuit innovatie, vanuit technologische kracht. Het is een maakbedrijf in België, iets waar we zeker trots moeten op zijn, en kan vanuit zijn sterkte, vanuit zijn global leadership in bepaalde segmenten, kijken naar verdere groei via gerichte acquisities. Eén nieuw bedrijf, u zal daar nog van horen. Een ander bedrijf dat ik graag even benoem met jullie is Segica. Segica is een bedrijf actief in de ICT-dienstverlening. Ook een van onze grotere participaties. We zitten een 3 à 4 jaar vandaag in Segica geïnvesteerd. En merken bij de mensen van Segica een zeer sterke ambitie om verder door te groeien. Vandaag, in de huidige tijden van digitalisering, is het logisch dat Segica kan doorgroeien via de interesse van een heel aantal bedrijven in een doorgedreven digitaliseringstraject. Dus de organische groei wordt ondersteund door deze trend. Maar tegelijkertijd is Segica op Europees vlak ook vandaag aan het kijken naar acquisities om verder door te kunnen groeien. Een zeer mooi bedrijf, waarschijnlijk al wel bekend bij velen onder jullie en zal ook nog veel betekenen in de toekomst. Iets totaal anders, van een andere activiteit, maar ook van een andere grootte, vandaag toch op zijn minst, is Biotalis. Biotalis is een van onze meer early stage investeringen binnen biotechnologie. Een activiteit waar GIMF ook al zeer lang in aanwezig is en ook veel successen heeft gekend. Biotalis is actief op het zoeken naar biologische oplossingen om gewassen resistenter te maken tegen bepaalde ziektes en schimmels.
Zij doen dit op een biologische manier. Dat is een zeer sterk verschil ten opzichte van de huidige technieken die daarvoor gebruikt worden, die voornamelijk chemisch zijn. En dit kan echt een verschil betekenen in het verbeteren van gewassen en dergelijke meer. Dus een bedrijf die een zeer sterke technologie heeft en waar u ook in de komende jaren ongetwijfeld nog veel zal van horen. Dus dit zijn een drietal sterke namen, sterke bedrijven over een heel verschillend palet van activiteiten in onze portefeuille. Nieuwe investeringen, dat is iets wat wij nazoeken, maar meer en meer gaan wij ook kijken vanuit onze bestaande portefeuille via wat wij noemen buy and build. Dat is dan eigenlijk het zoeken vanuit de kracht van het bestaande portefeuillebedrijf via acquisities het verder te doen groeien. Buy and build acquisities. Hier staan een aantal voorbeelden in de health and care sector. Biolam is een bedrijf in Noordwest-Frankrijk. Is eigenlijk een groep van laboratoria, testlaboratoria. Ik moet jullie uiteraard niet verhelen dat vandaag een zeer succesvolle activiteit is. Maar ook binnen deze activiteit zoeken wij verder naar acquisitiemogelijkheden en hebben wij zeer recent een belangrijke acquisitie kunnen doen met de investering in BioCean. Het bedrijf heeft nog de ambitie om verder te groeien via gerichte acquisities in de regio waar het actief is. Iets totaal anders. GPNZ is een keten van tandartsen die we aan het uitbouwen zijn in Duitsland. Vandaag 11 tandartspraktijken. Vorig jaar was dat er 1. Dus alreeds een mooi groeitraject afgelegd. En ook daar de ambitie om via buy and build verder te groeien. Dus nieuwe investeringen. Investeringen doen groeien via gerichte acquisities. En ten derde, en dat is dan ook een belangrijke fase bij GIMF, dat is het exitverhaal. GIMF is een investeerder die kijkt vanuit een rotatie naar zijn portefeuille. Wij stappen in een bedrijf. Wij begeleiden dat bedrijf in zijn groei. Wij bouwen het uit tot een groter bedrijf, samen met het management, heel belangrijk. Maar op een bepaald moment gaan wij ook die meerwaarde, die gerealiseerde waarde, realiseren via een exit. En dit jaar, wat een uitzonderlijk jaar was, karakteriseert zich toch door 2 zeer belangrijke exits die ook een zeer belangrijke bijdrage leveren tot het resultaat van GIMF. Contraloot, eerste voorbeeld. Contraloot is een bedrijf, een Vlaams bedrijf dat actief is in het poelen van plastic paletten. De grote meerderheid van de paletten zijn vandaag nog de houten paletten die eenmaal gebruikt worden en direct vernietigd worden. Bij Contraloot wordt er gekeken naar een circulair hergebruik van die paletten. Zeer actief in de food- en in de farmasector. Heeft dit jaar ook daardoor een verdere mooie groei gekend. Na reeds een zeer sterk groeitraject over de voorbije 6 jaar. Is ondertussen uitgebouwd tot een Europese leider in zijn activiteiten. En via de overname door Tosca, een Amerikaans bedrijf, zullen zij zich verder kunnen ontwikkelen op wereldschaal. Het is een verhaal dat mooi gegroeid is binnen de portefeuille en waar we dan ook een zeer mooi rendement hebben op kunnen realiseren. En ons meest recente exitverhaal, dit dateert van vorige week, is de verkoop van de grootste participatie op onze balans, Ito Daaldrop. Ito Daaldrop is een Nederlands bedrijf, actief in alles wat neerkomt op klimaatneutraal leven in de residentiële bouw. Zij zijn eigenlijk geëvolueerd van een productbedrijf naar een oplossingsgericht bedrijf en bieden eigenlijk voor residentiële bouwprojecten de totaaloplossing aan wat betreft een energie-neutrale manier van wonen. Zij doen dat via een combinatie van hardware en dienstverlening. Fantastisch gegroeid sinds onze instap, verdubbeld in omzet, ook verder uitgegroeid in hun activiteiten. En hebben wij vorige week met veel succes kunnen verkopen en ook met een opnieuw, net zoals voor Contraloot, een mooie bijdrage aan ons resultaat ten opzichte van zowel de laatste waardering als de investeringskost. Dus dit zijn de 3 fases. Een aantal investeringen in portefeuille, een aantal buy-and-build activiteiten in de portefeuille en een aantal mooie exits. En ik denk de rode draad doorheen al deze bedrijven is groei op een duurzame wijze. Enkele cijfers over GIMF zelf. Dit is de evolutie van onze portefeuille over de voorbije 10 jaar. En u ziet, dat komt eigenlijk neer op een quasi-verdubbeling van een kleine 600 miljoen naar 1,140 miljard miljoen over 10 jaar. Tegelijkertijd ziet u dat het aantal bedrijven van 92 naar 55 gedaald is. Met andere woorden,
GIMF zoekt naar iets grotere ticketten, naar iets meer impact, zowel wat betreft cijfers, maar ook wat betreft activiteiten, ten opzichte van wat dat we mogelijk eerder 10 jaar geleden deden. Dus vandaag een gemiddeld investeringsticket, laten we zeggen, van rond de 20 miljoen. Dat is één element. Een ander element is ook dat we een jonge portefeuille hebben. 80% van al onze investeringen zijn gedaan gedurende de laatste 4 jaar. Met andere woorden, er is nog een weg af te leggen wat betreft waardecreatie, maar dat potentieel zit er dan ook in. Het is niet zo dat wij vandaag met een heel deel van onze portefeuille klaarstaan om ze morgen te verkopen. Er is wel interesse wat betreft bedrijven in onze portefeuille, maar met een belangrijk deel van onze portefeuille is er nog toekomstig waardepotentieel en een traject af te leggen. De opsplitsing van onze portefeuille. Ik heb daarnet gesproken over die 4 platformen. Connected Consumer, Health and Care, Smart Industry, Sustainable Cities. Maar ook geografisch geven we die hier even graag even mee. Ziet u een zeer gediversifieerde portefeuille. Zeer verschillende activiteiten, zeer verschillende sectoren. Ook verschillende fases van ontwikkeling waarbinnen de bedrijven zich vandaag bevinden. En ook op geografisch vlak is er een mooie spreiding. In de 4 landen waar we met ons eigen kantoor aanwezig zijn. Ik ga even heel kort stilstaan bij het voorbije half jaar. GIMF is een bedrijf dat afsluit per einde maart. Dus de cijfers die we hier tonen over onze eerste half jaar dekt de periode april tot en met september. En dat is uiteraard een zeer interessante en uitzonderlijke periode geweest. En vandaar dat ik toch ook graag even toelicht wat dat heeft betekend voor GIMF. Even kort over de cijfers, maar ik ga dan straks even graag meer in detail in op de onderliggende performance. Een portefeuille return van 12%. Een groei van de portefeuille ook van 12%. We hebben in het eerste half jaar meer dan 100 miljoen euro kunnen investeren. We hebben een jaartarget om op zijn minst op jaarbasis 200 miljoen euro nieuw geld aan het werk te zetten. Wel, voor de eerste 6 maanden hebben we die target kunnen realiseren. En tegelijkertijd, en dat is minstens even belangrijk, heeft GIMF vandaag ook de financiële sterkte om daarmee door te gaan. We hebben vorig jaar een lange termijn obligatie uitgegeven waar we met 250 miljoen cash hebben kunnen aantrekken op onze balans. We hebben vandaag een liquiditeitspositie van meer dan 300 miljoen. We hebben niet gebruikte banklijnen van 200 miljoen. Samen geeft dat een investeringskracht voor GIMF van meer dan 500 miljoen vandaag. Met andere woorden, zowel in de ondersteuning van onze portefeuille, in de verdere uitbouw van onze portefeuille, maar ook in het zoeken naar nieuwe investeringsopportuniteiten, staan wij klaar voor de toekomst op financieel vlak. En dan hebben we uiteraard COVID. Dat heeft een impact, dat gaan we niet ontkennen. Maar ik licht graag even toe dat die impact al bij al nog meevalt en dat we eigenlijk doorheen de crisis continu hoopgevende berichten hebben kunnen ontvangen van onze portefeuillebedrijven. Even kort, ons portefeuillerendement, target van 15% op jaarbasis. Ja, wij sluiten af in maart, dus dat was wat betreft de impact van de waarderingen op de markten naar onze portefeuille ongeveer het slechtste moment dat we dat konden doen, want de dip in de markten was uiteraard einde maart. Heeft zich ook vertaald in het niet gerealiseerde resultaat vorig jaar, maar eigenlijk is die recuperatie daarvan, die recovery, dat herstel, al heel duidelijk merkbaar voor de eerste 6 maanden met een rendement van 12%. En u ziet ook dat we de jaren daarvoor telkenmale onze target van 15% portefeuillerendement hebben kunnen overtreffen. Even kort stilstaan bij de performance van onze bedrijven en hoe dat wij die hebben zien evolueren over het voorbije jaar. Dit zijn de actuals, zowel op niveau van omzet als op niveau van EBITDA voor 2019. Ik vermeldde daarnet de cijfers, een 2,6 miljard omzet, ongeveer 270 miljoen EBITDA. We zagen dat overal de budgetambities van heel onze portefeuille dat die zeer hoog was voor 2020. Dus de eerste blok die u hier ziet, dat waren de budgetten die wij ontvangen hadden van het management van al onze portefeuillebedrijven met een groei zowel van omzet als van winstgevendheid van meer dan 10%. En het jammere van het verhaal van de voorbije paar maanden is dat wij in januari en februari zagen dat onze bedrijven op weg waren om dat ook waar te maken. We zagen zelfs in een heel deel van onze portefeuillebedrijven dat zij licht boven budget aan het performen waren. Nu, in maart is er natuurlijk iets gebeurd en hebben wij onmiddellijk met eigenlijk heel het management van GIMF, met al onze investeringsmanagers,
bij elkaar gaan zitten, onmiddellijk contact opgenomen met al onze portefeuillebedrijven, ervoor gevrijwaard dat zij in ieder geval hun operaties, hun activiteiten zoveel mogelijk konden verder zetten, hun personeel konden vrijwaren naar gezondheid, maar ook hun zich financieel konden verzekeren van een voldoende sterke positie. Dat is een eerste actie geweest in maart, april, mei. Dan hebben wij in juni de eerste maal aan het management van onze portefeuillebedrijven gevraagd van wat is nu jullie inschatting voor het totale jaar? Dan kwamen we op deze cijfers uit. Ten opzichte van 2019, -2%, op niveau van winstgevendheid, -10%. We hebben die oefening in september opnieuw gedaan en dan zagen we eigenlijk al de eerste keer dat dat beter begon te worden. Omzet werd al licht positief ten opzichte van vorig jaar en ook in winstgevendheid zagen wij hoopgevende signalen. En dat heeft ons eigenlijk positief gestemd dat de impact van COVID overal op onze portefeuille al bij al wel meevalt. En dat zien we ook als we kijken naar de top 20 van onze portefeuillebedrijven, die gezamenlijk ongeveer 3/4 van onze portefeuille vertegenwoordigen. Wel, 13 van de 20 grootste bedrijven in portefeuille verwachten voor dit jaar een stijging van de omzet in absoluut bedrag. Dat stemt ons, dat geeft ons een comfortabel gevoel. Dat wil eigenlijk zeggen dat we er toch wel in slagen om binnen onze portefeuille die groei voor een belangrijk deel van de bedrijven verder te zetten. Als we dat kort vertalen naar de vier platformen, en ik hoop dat deze slide voldoende leesbaar is, ook op jullie scherm, dan sta ik toch even graag stil bij de evoluties onderliggend in de vier platformen. Connected Consumer, daar zien we de impact op performance eigenlijk als het meest negatief vandaag. Een aantal bedrijven hebben zich gewoon genoodzaakt gezien om te sluiten. We zijn geïnvesteerd in Alice Gourmetburger hier in België, de hamburgerketen. Ja, die is een paar maanden toe, die impact is heel stevig. We zijn geïnvesteerd in La Croissanterie, een keten van broodjeszaken in Frankrijk. Ja, die zijn ook gesloten, daar is de impact belangrijk. Dus altijd zeggen, als er één segment is of één platform binnen onze activiteiten waar we de impact het sterkst hebben gezien, is het consumer. Health & Care, overal positief. Een aantal bedrijven binnen ons Health & Care-platform performen vandaag zelfs een stuk boven budget. Dus overal zien we daar een goede impact. Smart Industries is het verhaal een beetje tweeledig. Aan de ene kant hebben we een aantal portefeuillebedrijven die in de automotive sector aanwezig zijn. Die hebben wat uitdagingen. Dat is niet alleen gelinkt aan COVID. Dat was ook al daarvoor aan de gang met de elektrificatie van het wagenpark, met de vertraging van de groei in Azië en dergelijke meer. Maar langs de andere kant hebben we binnen Smart Industries ook de bedrijven, zoals ik daarnet vernoemde, CGK, Televic, technologisch innovatieve bedrijven, ICT-bedrijven, ook een aantal softwarebedrijven die het zeer goed doen. Dus daar is het verhaal wat dubbel. En Sustainable Cities tot slot, dat zijn voornamelijk bedrijven actief in energieoplossingen, in logistiek, in moderne logistiek. Daar zien we overal een neutrale impact, maar er zijn een aantal bedrijven die zeer goed geperformd hebben de voorbije maanden. Dus dit geeft toch wat voeling bij hoe dat we vandaag performance zien en hoe dat wij omgaan met corona. Rendement voor de gymvaandeelhouder. We hebben even een analyse gedaan over de voorbije 15 jaar. Waarom 15 jaar? Omdat we toch wel een voldoende lange termijn wouden nemen om dat te bekijken. En ten tweede ook omdat dat doorheen twee investeringscyclussen kijkt en ook rekening houdt met twee impacten van globale crisis. Wel, over die periode heeft de gymvaandeelhouder een samengesteld rendement gerealiseerd van 8%. Een ander cijfer dat ik graag aanhaal, dat is dat we over de voorbije 15 jaar meer dan 1 miljard dividend hebben uitgekeerd. Met andere woorden, je zou het anders kunnen stellen. GIMF heeft zichzelf totaal uitgekeerd aan de aandeelhouder en heeft vandaag een nieuwe portefeuille van 1,15 miljard euro gecreëerd met groeipotentieel naar de toekomst. Waar komt dat rendement vandaan? Dat is heel belangrijk voor ons. Dat komt voor meer dan 80% uit groei. Hoe moet je deze grafiek lezen? Dat is eigenlijk vergelijken van onze exits die we de voorbije 5 jaar gedaan hebben. Hoeveel geld hebben we daarin geïnvesteerd? Hoeveel cash is daaruit teruggekomen? En dan hebben wij een analyse gemaakt van wat waren nu de elementen van waardecreatie. En dan zien we dat groei, omzetgroei, maar ook rendabiliteitsgroei, voor meer dan 80% zorgt van het gerealiseerde portefeuillerendement. En dat is iets wat voor ons de bevestiging is van onze strategie, van onze waardecreatieaanpak in partnership met de ondernemers. ESG,
Uiteraard moeten we het daarover hebben. Het is heel duidelijk dat ESG een leidend thema wordt voor geen van de investeringsmaatschappij voor de komende jaren. En het is het ook al vandaag. Ik licht dit graag even heel kort toe. Als we kijken naar ESG bij GIMF, dan splitsen we dat op in twee belangrijke gegevens. Namelijk, GIMF moet een responsible company zijn. Wij moeten zelf vanuit onze bedrijfsvoering rekening houden met onze impact op het niveau van environmental, op onze sociale aspecten en op de governance aspecten van onze bedrijfsvoering. Dat zijn zaken die voor ons heel belangrijk zijn en waar wij op dagelijkse basis prioriteit aan geven. Maar minstens even belangrijk en waarschijnlijk nog belangrijker, is dat GIMF vanuit een ESG-benadering ook een responsible investor moet zijn. Onze vier platformen, en dat wordt hier weergegeven, linken al met een aantal van de Sustainable Development Goals van de United Nations. Doordat wij die platformen gekozen hebben als zijnde on-trend, is het heel duidelijk dat zij ook zich richten naar maatschappelijke verbeteringen. En tegelijkertijd wil ik ook aanhalen dat ESG een integraal onderdeel vormt van onze investeringsbenadering en investeringsstrategie. Dat begint bij screening. En ik wil benadrukken dat dat zeker niet alleen maar negatieve screening is. Het is niet dat wij alleen gaan nadenken over wat mogen we niet doen omwille van ESG. Nee, we gaan ook kijken van welke bedrijven hebben opportuniteiten om op basis van een sustainable ontwikkeling, van een duurzame ontwikkeling, waarde te creëren. We doen dat ook in het onderzoek dat we doen voordat we een investering aangaan. En we doen dat ook eenmaal dat we geïnvesteerd zijn door een actief aandeelhouderschap. Zowel op onze website als ook in deze presentatie, ik ga hier niet in detail op ingaan, ziet u een aantal voorbeelden van bedrijven, hoe dat zij omgaan met ESG en hoe dat wij dat verder ontwikkelen. Hier staan enkele voorbeelden. Op onze website vindt u er nog een aantal andere. Dat brengt mij tot de conclusies van mijn uiteenzetting. In huidige tijden is het duidelijk dat wij een engagement hebben naar onze bedrijven om hen te ondersteunen. We gaan met hen het engagement aan om doorheen deze crisis te geraken. Wij ondersteunen hun en wij zullen ook tussenkomen wanneer dat nodig is. Ik wil dat wel even concreet maken vandaag. Onze financiële tussenkomst in onze 55 bedrijven limiteert zich vandaag nog altijd tot een bedrag dat lager ligt dan 5 miljoen euro. Als u dat afzet tegenover een portefeuillewaarde van meer dan 1 miljard, dan ziet u eigenlijk dat de nood tot financiële tussenkomst vandaag, en dat heeft uiteraard ook te maken met die resistentie van onze portefeuille, dat die nog zeer beperkt gebleven is. En integendeel, wij kijken zelfs meer naar de opportuniteiten om te versnellen, vandaar die accelerate. Ik heb gesproken over die buy and build. Dat is iets wat wij willen bekijken vanuit onze portefeuille. We hebben een solide balans, daarnet ook over gehad. We staan krachtig vandaag op financieel vlak, maar ook op portefeuillevlak. Dus vanuit die kracht kunnen wij ook naar de toekomst verder bouwen. En we zijn ook op continue basis proactief bezig dat we die investeringscapaciteit kunnen verzekeren. We doen dat op een proactieve manier. Onze uitgifte van de obligatie vorig jaar van 250 miljoen was daar een voorbeeld van. Maar we blijven dat ook verder proactief bekijken. In de huidige omstandigheden is gebleken dat ons sustainable partnermodel samen met de ondernemer bouwen aan groei en waardecreatie, vanuit de gespecialiseerde teams die we vandaag in huis hebben, dat zijn mensen, onze investeringsmanagers, dat zijn mensen met ervaring, dat zijn mensen die kunnen kijken op internationale basis wat er gebeurt, die ondernemer kunnen helpen naar verdere groei. Wel, dat model heeft zijn succes getoond doorheen de voorbije crisis, maar ook naar toekomstige waardecreatie zijn wij ervan overtuigd dat we dat verder kunnen blijven waarmaken. Dit is mijn verhaal wat betreft GIMF. Michiel, ik luister graag of dat er vragen zijn binnenkomen van het publiek. Dag Christophe, bedankt. Uiteraard zijn er vragen binnengekomen. Hè. Misschien een algemene vraag. Hoe dat jullie eigenlijk kijken naar 2021, 2022 als private equity speler, investeringsmaatschappij, naar nieuwe opportuniteiten, maar ook qua exits eventueel. Ja. En of dat er daar misschien een andere visie in is naar opportuniteiten vanuit GIMF toe en dan ook indirect via de buy-and-build-strategie. Ja, oké. Okay. Er zijn heel veel aspecten in één vraag. Kijk, 21 en 22 wordt een zeer boeiende periode. Ik denk, oké, we hebben gezien dit jaar wat er gebeurd is. We hopen met z'n allen uiteraard dat die relance zich in 2021 zal beginnen voltrekken.
Kijk, op dat moment is het verhaal niet gedaan. Veel bedrijven vandaag zitten misschien in sommige van hun activiteiten een beetje in een standstill. Dat laat hun ook toe om bepaalde van hun kostenaspecten op een iets meer variabele basis te bekijken. Er, zijn ook er is ook de overheidssteun geweest in alle landen waar we actief zijn. Als dat terug begint aan te trekken, dan zullen wij moeten klaarstaan om die bedrijven daar ook in bij te staan. Dan hebben we typisch bijvoorbeeld over werkkapitaal. Het kan goed zijn op het moment dat een bedrijf in zijn activiteiten terug aantrekt, ja, dat er behoefte zullen zijn aan werkkapitaal, dat dat misschien bankair niet allemaal vanaf dag één kan vervangen worden, zullen wij kijken met ons bedrijf en binnen de portefeuille wat wij kunnen doen. Een ander verhaal is dat voor sommige bedrijven misschien de solvabiliteitspositie zal moeten bijgetimmerd worden. Dus voor een bepaald aantal bedrijven moeten wij zien hoe dat zij staan tegenover hun bankaire financiering. Ook daar moeten we kijken. Maar wat nog meer belangrijk zal zijn voor 2021 en de jaren daarna, dat is dat wij zullen zien naar de sterke performers in de relance en hoe dat wij daar kunnen op inpikken. Het zij via nieuwe investeringen, maar het zij ook, zoals u terecht aanhaalt, Michiel, via de buy-and-build-activiteiten. Dus wij zullen zien naar opportuniteiten in al de verschillende platformen en sectoren waar we aanwezig zijn. Ik wil benadrukken dat wij niet een bepaalde sector vandaag specifiek gaan voortrekken. Wij denken dat wij in al de platformen sterke performers kunnen vinden en groeipotentieel kunnen detecteren. Maar het zal een speciaal jaar zijn. Er zal heel veel M&A-activiteit zijn. Wij verwachten dat heel veel ondernemers gaan kijken van oké, wat is de beste toekomst voor mij? En wij moeten onze voelsprieten uitsteken om daar klaar te zijn. Dus dat is, en naar exits toe, want dat was ook een deel van uw vraag. Wel kijk, voor ons is het exit, de rotatie van de portefeuille, dat is een continu verhaal. We hebben het over Contraloot, over Itodaal erop gehad. Het waren twee succesvolle exits. Het is niet dat wij vandaag proactief een heel aantal van onze bedrijven in de etalage aan het zetten zijn om te kunnen exiten. Maar wat wij wel zien, en dat is, er is heel veel liquiditeit in de markt. De crisis vandaag is totaal anders dan die van 2009. Er is zeer veel liquiditeit in de markt, niet alleen bij financiële spelers, maar ook bij bedrijven. Bedrijven zitten met veel cash, zoeken ook naar rendements- en groeiopportuniteiten. En wat wij zien is dat er heel veel inbound interest is, ook van sterke corporates naar sommige van de bedrijven in portefeuille. Dat is geen uitspraak nu naar wanneer zullen wij wat desinvesteren, maar het is wel duidelijk dat die dynamiek binnen onze portefeuille toch ook wel volop actief is. Oké, dankjewel. Ik kan misschien een beetje een follow-up vragen daar rond. U hebt enkele succesvolle exits gedaan in 2020, dus ver. In bedrijven die in volle groei zitten, wat is eigenlijk de reden dat, ja, dat Gimf daar soms zo vroeg uitstapt, hè, dat er toch wel nog meer groeipotentieel is soms? Hè? Waarom de participaties niet wat langer aanhouden om nog meer waarde te creëren? Ja. Uiteindelijk, we vertrekken vanuit dat rotatiemodel. En elke exitbeslissing die we nemen, is een weloverwogen beslissing. Dat is eigenlijk een beslissing die we nemen nadat we kijken wat het afgelopen traject is van dat bedrijf. Hoe dat zich heeft vertaald ten opzichte van de doelstellingen die we hadden gezet bij het begin van onze investering. En als wij inschatten dat voor de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf, maar ook voor het in cash realiseren van de return vanuit onze activiteit, dat dat de juiste combinatie is, dan zullen wij op dat moment de beslissing nemen om een exit mogelijk te maken. Dus we hebben op een bepaald moment een belangrijke rol in de verdere, in een groei, in een evolutie van een bedrijf. Maar op een bepaald moment moeten wij ook de inschatting maken van wat is voor het betrokken bedrijf de beste fase van ontwikkeling na ons aandeelhouderschap. En het zal dat zijn als parameter die een belangrijke trigger zal zijn voor een exitbeslissing. En uiteraard speelt het financiële en de return ook een rol. Want u moet ook weten, vanuit die rotatie, en dat is wel een belangrijk gegeven, halen wij middelen binnen in cash die wij opnieuw kunnen investeren in andere groeiverhalen. Het is daarom ook dat we zeggen building leading companies. Het gaat over building leading companies. Als wij cash binnenkrijgen, kunnen wij opnieuw starten met opnieuw andere leading companies te beginnen beelden. En vandaar dat wij dus niet zozeer vasthouden op heel lange termijn van die participaties, maar eerder vanuit die middelen die we kunnen betrekken, vanuit die gerealiseerde meerwaarde, het opnieuw doorinvesteren naar nieuwe potentiële groeiverhalen. Die 50 bedrijven die ik in het begin toonde, dat zijn allemaal bedrijven die vandaag nog niet mega bekend zijn, maar wij hopen wel dat we die tot dat niveau kunnen brengen en dan opnieuw kunnen beginnen. Dus het is eigenlijk een continu
Verder kijken naar mooie groeiverhalen. Dat is hetgeen dat we graag doen en dat we ook sinds 40 jaar met een bepaald succes hebben kunnen doen. Oké, dat is duidelijk. U zei het net, een portfolio van meer dan 50 bedrijven, gediversifieerd. Nu, om dat wat te linken met wat weer het laatste nieuws van de afgelopen week, laat ons zeggen, de Brexit komt terug boven. Zien jullie impact daar op sommige van uw bedrijven? Wel, het is... af en toe zeggen we dan nog eens onder elkaar, ah ja, de Brexit. En wat dat zo opvallend is, is dat we eigenlijk vandaag in ons portefeuille bijna geen enkel ondernemer zich ongelooflijk gerust weten over de Brexit. Eigenlijk is dat iets... Ondernemers zijn gewoon om met uitdagingen aan te gaan. En ze zoeken naar oplossingen. En ze zoeken naar hoe dat zij kunnen omgaan met die nieuwe realiteit. Maar wij zien geen enkel ondernemer die vandaag met zijn handen in het haar zit omwille van Brexit. Het is eigenlijk verrassend om te zien dat die impact echt marginaal blijkt te zijn. Okay. Op basis van de huidige inschattingen uiteraard. Ja, uiteraard. Ja, de toekomst blijft altijd onzeker, niet waar. Ja. Maar dat is toch al een bevestigend antwoord. Ja. Laat ons zeggen. Nu, laat ons nog eens kijken. Misschien over het dividendbeleid. Jullie zijn een stevige dividendbetaler. Afgelopen jaar was er dus de keuze voor een dividend in aandelen. Ja. Wat zijn de vooruitzichten op dat vlak? Ja. Ik zal misschien even kort nog ons dividendbeleid herhalen. Het is dus eigenlijk ons dividendbeleid om ons dividend niet te verlagen, behouden zeer uitzonderlijke omstandigheden, daar kom ik zelfs nog op terug, en te verhogen wanneer mogelijk op een duurzame manier. Als je kijkt naar ons dividend track record over de voorbije 10, 15 jaar, dan zien we dat we dat consistent hebben aangehouden. Ook in die twee crisissen waar ik daarnet naar verwees. 2009, maart 2009 hebben we ons boeken afgesloten. Wel, in mei 2009 hebben wij een dividend uitbetaald. Vorig jaar opnieuw. We hadden een belangrijk niet gerealiseerd waarderingsresultaat in onze portefeuille. Leidde tot een negatief resultaat. Ook dit jaar, dus ook over het voorbije boekjaar, dus dit kalenderjaar, hebben wij ons dividend aangehouden. Dus als u kijkt naar het dividend van GIMF, dan moet u dat door een volledige investeringscyclus bekijken. Dat is een belangrijk gegeven. Het bepalen van een keuzedividend en de mogelijkheid voor onze aandeelhouders om hun dividend te herbeleggen in de verdere groei van GIMF via een kapitaalverhoging, dat is een keuze die op zich geen onderdeel uitmaakt van ons dividendbeleid, maar die elk jaar op basis van de huidige omstandigheden, van de op dat moment geldende omstandigheden, wordt genomen. En voor dit jaar vonden wij het eigenlijk zeer aangewezen, gegeven de zeer uitzonderlijke omstandigheden, om een stuk van die cash-out, want daar gaat het toch, een dividenduitbetaling is een cash-out vanuit ons bedrijfsperspectief, om die middelen toch binnen GIMF te houden. Net omwille van het feit dat we die financiële slagkracht, die financiële sterkte voor onze bedrijven en voor toekomstige investeringsopportuniteiten kunnen vrijwaren. En we zijn dan ook zeer tevreden en het sterkt ons vertrouwen dat meer dan 60%, ik denk twee derde ongeveer, van onze aandeelhouders hebben gekozen om hun dividend te herinvesteren in GIMF. Dat stemt ons tevreden en dat bevestigt ook het vertrouwen van onze aandeelhouder. Dat is duidelijk. Misschien even naar de portefeuille op zich kijken. Over het algemeen een zeer resistent resultaat natuurlijk. Maar zijn er bijvoorbeeld bedrijven dat je zegt, oké, hier is wel echt een probleem. Hier zal het moeilijk zijn voor de turnaround te creëren. Je zit in zo'n gevallen in, die echt wel zware... Zeker, ja. Waar het moeilijk zal zijn om de turnaround... Kijk, vandaag is er geen enkel bedrijf waar wij ons zorgen over maken dat ze deze crisis niet gaan overleven. Dat is misschien al een eerste belangrijke vaststelling. Uiteraard hebben wij bedrijven die zeer sterk geïmpacteerd zijn. En ik ga misschien één voorbeeld geven waar ik het nog niet over gehad heb. France Terme. Dat is een activiteit in Frankrijk wat betreft thermale activiteiten. Dus eigenlijk een soort combinatie van therapie en hotelfaciliteiten. Bijvoorbeeld de thermen van Vichy zitten in de portefeuille van France Terme. Ja, die zijn gesloten. Die zijn gewoon verplicht gesloten voor een langere periode. Nu, in diezelfde periode hebben die zich voornamelijk de focus erop gelegd om hun financiële kracht te vrijwaren. Vandaag is dat een bedrijf dat een sterke liquiditeitspositie heeft. En vanuit die financiële kracht zullen zij nu net in de heropstart, want laten we ervan uitgaan dat die thermale activiteiten ook zullen kunnen opengaan terug op een bepaald moment, beginnen zij nu al rond te kijken of dat er verdere opportuniteiten tot uitbouw zijn. Dus zeer sterk geïmpacteerd, ja.
Onze CEO noemde onze Franse termen onze Kinepolis in de portefeuille. De vergelijkingen zijn zeer treffend, omdat ook Franse termen al de vastgoed zelf in eigendom heeft. Dus ook daar de kostenbasis bij het sluiten van de activiteit is eerder beperkt. Dat is een bedrijf dat zeer sterk geïmpacteerd is, maar waar we toch ook hoop hebben dat het er potentieel sterker kan uitkomen. Dus daar kan het eigenlijk ook via die buy-and-build-strategie eigenlijk... Zou het kunnen zien. Laat ons zien. Dat zou kunnen. Ja. Dat zeg ik vandaag op voorwaardelijke wijze. Ja, dat versta ik uiteraard. Misschien nog, u heeft ook een positie genomen, of was u een van de leaders in de kapitaalronde, in de Serie A-ronde van Kinesia Therapeutics. Ja. Met toch wel enkele, laten we zeggen, beloftvolle VC, venture capitalists in die life science. Hoe komt het, hoe bouwen jullie die relaties op? Want dat zijn toch wel significante namen in de industrie. Ja. Dank u om dat te zeggen. Kijk, onze life sciences activiteit is een activiteit die we doen vanuit een zeer lange termijn track record die we reeds hebben kunnen neerleggen in die activiteit. Dat is een activiteit waar je een reputatie moet opbouwen. Dat is eigenlijk een ecosysteem dat niet geografisch gedreven is. Dat is eigenlijk een wereldwijd ecosysteem. Dat is eigenlijk relatief beperkt, maar je moet daar een bepaalde naam in opbouwen. En als je die naam kan opbouwen... Via de bedrijven, we hebben het over een Ablix, over een Defgen, over een Plant Genetic Systems in een verder verleden, maar ook vandaag in portefeuille een aantal bedrijven. Vanuit die track record creëer je een reputatie en krijg je ook de kans om in die sterke syndicaten mee deel te nemen. En dat doen we uiteraard in eerste instantie via ons team, via ons life sciences team, die dat netwerk moet kunnen blijven versterken. En die samen met die syndicaten de interessante investeringsopportuniteiten moet kunnen waarmaken. Dus het is een combinatie van track record, van de juiste mensen met het juiste netwerk. En dat leidt tot een bepaalde reputatie die u de kans geeft om die investeringen te kunnen doen. We hebben Kinosite gedaan, we hebben Sinox Therapeutics, was een andere recente investering in die context. Maar ook in het recente verleden hebben we een aantal deals kunnen doen. Vandaag, qua portefeuille... komt dat neer op een 10 à 12 bedrijven van die 55 die ik benoem, die eigenlijk in de earlier stage qua ontwikkeling life sciences, medical technologies zitten. Biotalis is ook een van die voorbeelden trouwens. Ja. Oké, dank u wel hiervoor. Misschien nog één vraag. Hoe ziet u eigenlijk de private equity markt evolueren in het algemeen, toch veel kapitaal in de markt, de dag van vandaag. Er is natuurlijk al naar verwezen ook, maar wat, zal dat voor u moeilijker worden om de goede investering te doen? Of? Maar het is duidelijk dat private equity in zijn geheel dat een markt is die heel veel geld heeft aangetrokken de voorbije jaren. Het huidig monetair beleid zorgt voor zeer lage interestvoeten en iedereen heeft een hunger for return, een hunger for yield, dus zoekt met zijn beschikbare middelen naar andere mogelijkheden. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat er zeer veel geld de sector is binnengestroomd. Ook een aantal family holdings en dergelijke meer die ook hun eigen private equity activiteiten ontwikkelen. Dus ja, de markt is zeer competitief. Maar vandaar dat wij ook die keuze hebben gemaakt om te werken op basis van die platformen. En dus niet alleen af te komen met een product, namelijk ik ben hier met een buy-out, ik ben hier met groeikapitaal, ik ben hier met venture capital. Nee, wat wij doen is naar die ondernemer gaan en kijken van wat wij met hem kunnen realiseren, met hem of met haar, uiteraard. Wat wij kunnen realiseren naar de toekomst. Wij hebben in veel gevallen al een lijst van potentiële bedrijven die aantrekkelijk zouden kunnen zijn als toekomstig overnamedoelwit. En we gaan met die ondernemer een dialoog aan naar strategie, naar waardecreatie. En dat kan je alleen maar doen op een credibele manier, wanneer dat je die ervaring hebt opgebouwd binnen je team. En wij denken... We maken ons sterk en wij geloven daar ook in. En dat lijkt ook uit sommige investeringen die we kunnen binnenhalen, dat we daar het verschil kunnen maken. Dat we daar ook het verschil kunnen maken tegenover sommige van onze concurrenten. Omdat wij net vanuit de dialoog met die ondernemer ook af en toe, en dat is uiteraard de meest positieve gevolg daarvan, gekozen worden als partner voor toekomstige groei. En dus in een zeer concurrentiële markt, en dat zal niet afnemen, wij verwachten geen daling in de concurrentie. En dat zorgt ook voor het feit dat waarderingen en pricing van deals op belangrijk niveau blijven. Zullen wij daar proberen het verschil te maken? Ik kan u ook zeggen dat in een investeringscomité bij GIMF
de discussie over de waardering meestal helemaal op het einde van de discussie komt. Dus wij kijken eerst naar het bedrijf, naar het management, naar het groeipotentieel, naar de positie in de markt. Wat kan dat betekenen? Onze equity story, zoals we dat dan noemen. En waardering is een determinante die pas aan het einde komt. Is niet onbelangrijk, want tegelijkertijd wil ik ook meegeven dat waardering er af en toe, ook in de voorbije maanden, heeft toegeleid dat wij uitstappen. En dat wij op bepaalde momenten zeggen, kijk, wat ons betreft, tot hier willen wij gaan en verder niet. En daar verliezen wij dan deals op, om het zo te noemen. Maar je kan je de vraag stellen of het effectief verliezen is of eerder een keuze van onze kant om niet mee te gaan in bepaalde waarderingstrajecten. Dat is een heel duidelijke visie. Hè. Dank u wel daarvoor, Christophe. Ik zie dat we nog een klein beetje tijd hebben. Misschien, ik heb het daarnet ook gevraagd aan Tom, een laatste quote, een laatste visie dat u de beleggers wil meesleuren in uw verhaal. Wel, ik heb het daarnet nog gecheckt. Voor net geen 50 euro kan je een aandeel GIMF kopen. En wat koop je met een aandeel GIMF? Je koopt met een aandeel GIMF eigenlijk 55 bedrijven die één gemeenschappelijk kenmerk hebben, namelijk een groeipotentieel. En wij zullen samen met die bedrijven die groei proberen waar te maken. En dat is denk ik waar GIMF voor staat. Voor 50 euro heb je 55 groeibedrijven in jouw handen die je vandaag nog niet op de beurs kan kopen, maar je kan wel GIMF kopen. Dus dat is de manier om het te doen. Oké, dank u wel. Dat is zeer mooi gezegd. Hè. Ik wil u nogmaals bedanken voor de presentatie. En opnieuw, hè, de presentatie zal online komen, moesten er nog verdere vragen zijn. Maar allereerst, hè, bedankt Christophe. En ik zou zeggen, een fijne avond nog. Met heel veel plezier. Dank u wel voor de uitnodiging. Dank u. Oké, dan gaan we nu Xavier Liquin verwelkomen. Hij is de CFO van GBL. Ik wil er nog bij vermelden, deze presentatie is in het Engels, maar u mag uw vragen uiteraard doorsturen via de portal. En stuur ze liefst door tijdens de presentatie, zodat ik deze ook kan selecteren. Xavier? Okay. Welkom, ja, Xavier. Dank u wel. Mag ik starten? Ah, is het in Nederlands dat u het zal doen? Ja, ik zal het... Oké. Fantastisch, uiteraard. Nee, een klein deeltje. Dus, uiteraard, ja, start maar. Dus, geachte beleggers, het is met plezier en eer dat ik, GBL, en de recente ontwikkeling die onze groep heeft meegemaakt, u mag voorstellen. Daarom wil ik graag Bolero en KBC bedanken voor de uitnodiging om u vanavond toe te spreken. Aangezien ik momenteel druk bezig ben op een aantal belangrijke dossiers voor GBL, had ik helaas geen tijd om mij voor te bereiden om deze presentatie in het Nederlands te geven. Ik zal het dus in het Engels doen. Ik nodig u wel uit om aandeelhouder van GBL te blijven of te worden, om mijn presentatie in het Nederlands bij te wonen bij de volgende algemene vergadering, zoals ik elk jaar doe. Nogmaals bedankt voor uw begrip. Excellent. Well, if I switch now to English, in fact, on this slide you have the key figures for GBL, and just as a reminder, the net asset value of GBL was at the time of the presentation has been prepared at 18 billion euro. Yesterday it was at 19.4. Regarding the market capitalization, in fact, we were at 13.3. We knew an important asset rotation because since the new management came into function in 2012, we had an asset rotation of 20.7 billion euro. We've got nowadays a significant liquidity profile. At the end of September, it was 2.5 billion. But you might know that we issued an exchangeable bond into GEA shares for an amount of 450 million. And therefore, the pro forma liquidity profile is even higher. We served, since the new management came into function, an annualized total shareholder return of 9%. You know that we are very conservative, i.e. We do not like a lot of leverage, and in fact, one of our key indicator in this respect is the loan to value. Then basically it's just dividing the net financial position by the value of our portfolio. And it was the latest time that we
published this figure, it was a little bit lower than 8%. Also a new thing, and I will come back to it when discussing the key highlights of 2020. But basically, we have been rated by Moody's and Standard & Poor's, respectively A+ and A1. And once again, I will touch upon it when presenting the 20 highlights. But we are currently executing a significant share buyback program because, well, we had in fact three envelopes of 250 million. First one has been fully completed in 18 and 19. We finalized the second one recently, and now we started the third one, once again, of 250 million. And if you think about our cost, because, well, basically, investment holding companies do have costs. Well, we are, I would say, quite also conservative in this respect, because if you compare our total overheads with the managed assets, we are at less than 20 basis points. Now, if I move, basically, to what we aim to do, well, GBL considers itself as an active shareholder, i.e., I'm sorry once again because I'm just in front of the screen, but no, we want to be active, not activist, but active or engaged, and basically we want to have our say in four pillars, being first having a say on the strategy, i.e., in the M&A activities of the company, the overall geographical footprint, sector footprint, and so on. Also, we want to have a say on people, and for us, it's obviously I would say the most important part. We have to say, we want to have a say or an influence when appointing new CEOs, CFOs, having a say about board composition, nomination of the chairmen, and so on. Well, as an investor, and it's not rocket science, but we want also to have influence on the capital allocation, i.e., obviously, we do live part from dividends, and therefore we want to have a say on the dividend policy of the companies, but on the share buyback programs of companies, the balance sheet solidity and leverage of the company, and nowadays, and this subject is becoming more important, we also want to be very engaged regarding ESG aspects of the companies. No, well, we discussed it, but we had significant asset rotation activities since 2012, because as you might see, we have more than 20 billion of asset rotation. Basically, we moved away from, well, the utilities and energy sectors, and we deeply invested in companies such as Adidas, such as Umicore, such as SGS, if I go a little bit in the past, and we are continuing to invest in companies we do believe in. And basically, this asset rotation, as I mentioned to you, achieved quite a shift regarding first the type of investment, because we were invested deeply in companies providing yield, and we moved quite a lot to growth companies, and Adidas is a very good example of it. Well, regarding the sector, we have now a much more balanced sectoral exposure regarding, you know, industries, consumer goods, services, and also needless to say that if you look to where our investments were incorporated in the past, even if we are speaking about global players, basically we were speaking mostly about French-based companies, and nowadays we have a much more balanced regarding geographies. Okay, and then here you can have, well, you have a summary of the companies we are invested in. Basically, if you look to all these names, we are one of the biggest shareholder. Those companies are also leaders in this sector.
And we are well represented in various committees and obviously at the level of the board, because once again, we do think that our influence is coming just by being an active member of the board. Well, just to give you some highlights about the latest investments we made. Basically, it was not the latest, because we disclosed recently that we crossed the 5% threshold in Maui, a salmon producer, but I will get back to it. But also, one of our latest investments was WebHelp. Basically, this company, French-based company, then once again, we are back to France. But in fact, this is a European leader in business process outsourcing and regarding, in fact, the customer relationship management. And this company knew a significant growth because it has been created in the early 2000s and became, after 10 years, a French leader. Now is a global leader, and we want, well, them to become, I would say, a worldwide leader. Well, obviously, maybe not the first one, because Teleperformance, active in the same sector, is a very big player. But we hope that WebHelp will be in a top position regarding their activities in the future. They have wonderful growth opportunities in the US, because they are not present in the US at this stage, or I would say to a small extent. And obviously they are not in Asia, and we really believe that the current management team that has shown a wonderful track record in terms of M&A, allowing the company to become a European leader, now they should be in a position with our help and the financing to become a world leader. One also quick word on Siena Capital. This is our alternative assets platform, invested in several managers. In fact, as an LP and anchor investor in various funds, being private equity funds, and I'm speaking about Aragon Capital, well known in Belgium, Saga, well also, but merely well known in France, Cartesia, this is a debt fund. We are also active in tech funds, such as BACT, Macho Partners. We are also investing in health, being at the level of Merieu. And we also invested or co-invested alongside, for example, KKR or Carlyle in various assets. And I'm referring to Upfield. Upfield, it's a 250 million investment alongside KKR. And in fact, Upfield is the carve-out of the spread activities of Unilever, and more to come, I would say, in this respect. Now, if I refer to the most recent, I would say, activities of GBL, well, basically, the 2020 has been an active year, and I will go into details of each of the points mentioned here, but needless to say also that we had to cope with COVID-19. And basically our reaction at the level of GBL was, well, first, obviously to take care of all the people and to ensure that they were healthy and protected. We had, and just after that, we thought about our investments. And first point of attention for us was to pay attention to the liquidity profile of our investments, i.e. we wanted them to be able to face the crisis, to face the consequences of the crisis. And therefore, well, the first focus was just on ensuring that the company will survive and will have all the financial strength to go through the crisis. And we had something like, at GBL, first time in March and April and so on, we had something like management meeting every 2 days. We had contacts with the CEO of our companies, I would say, at least on a weekly basis. And basically, first focus, as I mentioned, and you saw it in the various activities,
Some of the companies issued bonds, convertibles, and so on. They drew the lines that they had, and basically it enabled the companies to go through the crisis. And nowadays, in fact, this is, I would say, not over, but we are sure that every single company within our portfolio has got the adequate financial resource. Nowadays, our goal is obviously to ensure that the companies will be, I would say, in a better position after the crisis as compared with before. And we are insisting on, you know, market opportunities. There are M&A activities that can be undertaken nowadays, and well, we want them to emerge stronger from the crisis. Regarding GBL, and well, we simplified the ownership structure. In the past, in fact, GBL used to be owned by a coached company in Switzerland, Pargesa. Then 50% of the capital of GBL was held by Pargesa itself, partly held, well, by, I would say, investors, but also controlled by two shareholders, the Desmarais Family Porcher Corporation of Canada and the Belgian Frère family. And we in fact, it has been decided to have a takeover bid on Pargesa, to delist Pargesa, and to simplify the shareholder structure. And now, and basically, once again, this slide should be updated because now, in fact, the structure is finalized, and with you've got a 100% ownership into the SPV. It means that basically now GBL used to have 50% of floating, now it's 70. And I think that, well, it's a good news because sometimes people were saying that, well, liquidity on GBL shares was not sufficient. But now with an increase of the floating from 50 to 70, I think that we are going into the right direction. Also, Pargesa in the past used to be a monoholding, having just one investment in GBL. Then to some extent, it was not useful anymore and costing money. And therefore, we've got a much leaner structure nowadays as compared with the past. And that's the first point I wanted to highlight you regarding 20. Second point, and I already touched on it, we have been rated end of Q3, being of Q4, respectively, by S&P and Moody's. And in fact, it enabled us to see, basically, a huge tightening of the spread. And you can see it on the graph. Well, you see here a decrease by 88 bips. And in fact, nowadays, it's a little bit even higher, well, going down much more. And it gave us the opportunity, for example, to issue as in 1st October an exchangeable bond into GEA shares with, in fact, a negative yield, i.e. we issued bonds at 102 and we will have to repay 100. It just means that it provides us with a negative yield of 61 basis points. And that's a great achievement. And that's helped by the fact that they're rated. And also, it will give us the opportunity to touch, I would say, a new investor. Even the ECB could now invest in our debt instruments because we are rated. And when I see banks nowadays that are proposing me, to issue, for example, institutional bonds, I can tell you that it's just amazing the conditions that we could have on the market. And for us, it's really good news, and we are really happy about that. Regarding our dividend policy, basically, when we had our board in March 20, just at the beginning of COVID-19 crisis, well, we decided to keep or in fact, to increase our dividend and to grant 3.15 euro per share. That was a growing dividend of 2.5%, despite the fact that, we were starting the COVID crisis. And the reason is just because we had a wonderful year in 19. We had and we still have a very
important liquidity profile. And then for us, it was not a problem at all to distribute a growing dividend related to a wonderful year. As I mentioned to you, we, in fact, are currently buying back all our own shares, treasury shares. And, well, it's, as I already mentioned, we are speaking about three programs of 250 million each. The second one has been fully now executed, and we are starting the third one. If I speak about our investments in 20, well, we invested 1.2 billion. Basically, in February, we invested once again in JGS because we started to invest, well, in the past, a stake of 15%. Nowadays, we are much higher, and we invested nearly 400 million into JGS. We also deeply invested in Siena Capital, and I'll get back to it. And, well, it was mentioned in the slide as, well, investment in undisclosed assets, but you can imagine that part of it relates to Mowi, the salmon producer, where we crossed the 5% threshold that I discussed. Coming back to the dividend policy, I spoke about, well, past dividend, but we decided to change our dividend policy. In the past, we used to serve at least a stable or a growing dividend. In fact, if you look to the past 10 years, we served a dividend increasing by, well, I would say 2.5% on a yearly basis. For 2020, it's fair to say that we were impacted, well, that 2020 will be impacted by the effect of COVID, just due to the fact that part of our results come from dividend distributions from our participations, and several of them, had to cancel their dividends or to reduce it just for financing purposes, due to the fact that some of them have been awarded by state guarantees and were no longer allowed to give dividends or to grant dividends to the shareholders. In some countries, regulators ask for a decrease. Then, in a nutshell, basically, we revised our forecast and we were able to announce already in June, well, in fact, it was in July, sorry, closing the books of June, that we would distribute in 21, related to 20, a dividend of 2.5 euro per share, which is indeed a decrease as compared with the 3.15 of last year, but still offers a significant yield. And basically, I think that we were one of the first corporates in Europe to be able to just announce or, yeah, to give some clarity for the investors about what will happen in the short term in terms of dividend distribution. We wanted to, you know, avoid uncertainty. And as I mentioned, still a wonderful dividend yield. It's more than 3%. And we also told the market that as from next year, we will only distribute between 75% and 100% of our cash earnings. When I speak about cash earnings, this is purely GBL language. Cash earnings is very easy. It's the sum of the dividends that we do receive, less or the rest, overhead, sorry, less the interest bill, plus revenues from yield enhancement activities. Then it's pure cash that we receive. And we decided, well, to be very conservative and to say, now we will only distribute what we get, not more. Can be even a little bit less. And the idea is also to say, well, we can keep part of the money just because our job is to invest. And therefore, we think that the value creation for the shareholders is also letting us to invest in growth companies. And that's the reasoning behind the 75 and the 100%. Okay. But this being said, we might distribute exceptional dividends, but once again, based on circumstances that will arise in the future. I already spoke about it. One of our key concerns is to have the dry powder to be
able to invest immediately significant money to seize market opportunities. And well, that's what we call the liquidity profile. And in fact, the liquidity profile is just the sum of the cash we have on the balance sheet plus the undrawn credit lines that we have with financial institutions. And we were speaking about 2.5 billion at the end of September, and now pro forma it's even higher due to the fact, I already touched on it, but due to the fact that we invested in GEA, we issued an exchangeable bond in GEA for an amount of nearly half of a billion. If we look to the shareholder return, basically one, this is obviously something that is really important for us. It's to deliver return to the shareholders, makes sense. And in fact, we do compare ourselves to the Stoxx Europe 50. Why to the Stoxx Europe 50? Because this index also includes companies based in Switzerland. And since we have also companies headquartered in Switzerland, being SGS and LafargeHolcim, for us it's a good indicator. And what we can see here on the historical data is that we are delivering more than the reference index. And if I take the latest figure based on the period 2012 to 20, in fact, the overperformance of GBL was 235 basis points. Then it's a significant beat, I would say. One important thing to think about when speaking about GBL or older in investment holdings, it's the discount. And you can see that we saw a significant increase, of discounts, in the short past, because if you look to our historical, I would say, average, it was reaching 24%. I remind you that the discount is just the difference between the net asset value per share of GBL, and basically all the assets divided. Valued and divided by the number of shares of GBL as compared with the GBL stock price. And basically we see that it reached even more than 30%. Nowadays we are speaking about 31%. And basically it makes sense to some extent. First, we do think that the level is just crazy, but it can be understood due to two facts. First one is that we had the simplification of the structure of GBL, and with the tender offer, there were technical elements allowing the discount to increase. It's also fair to say that in uncertain times, or I would say in crisis times, the discounts of all the holdings is increasing. But, and by the way, it's fine for me because it means that if you buy a GBL share, basically you buy assets at a discount of 30%. And I really think that's a good deal. And why is it a good deal? But first, it's lower than the past. But also, what's the discount? It's tomorrow, if GBL decides to stop its activities and every employee would be playing golf, basically it means that we would sell all our assets. And I'm pretty convinced that we will never pay, I would say, a discount of 30% on our assets. You know, we are speaking about very liquid stocks. We do receive offers from banks to do ABBs and on every single asset that we do have. And I can tell you that, speaking about Adidas, Lafarge and other investments, we are speaking about a few percent and certainly not 30. And for us, it's just crazy. But so be it, it provides potential shareholder for a good entry price. And I would say, regarding 2020, that's it, if we want to stay in the timing, if I'm not wrong. Yes, you're correct, Xavier. Thank you first very much for the presentation. We will now With pleasure.
We will now go over to a Q&A session. I like it. All right, I like it too. And I think the people at home will like it as well. So just to restate again, I will ask the question. I will just make a brief summary of that in Dutch, if it's fine for you. So maybe first, in regards to the stake in Mowi, it was not officially disclosed by GBL, but it was disclosed because it was reached by the threshold. Maybe can you give already some information on why the investment, how it suits the overall strategy of GBL? No, but that's a very good question, and thank you for raising it. Basically, it's true to say that we do not issue press release when we cross threshold, because basically, and if you do the math, we are speaking about an investment of around 400 million euros, which as compared with our net asset value is not, I would say, huge, but still. Basically, this investment is ticking a lot of boxes of our investment criteria. We are speaking about, well, protein producer, because at the end of the day, salmon is just a source of protein. And first, this is one of the best producer of protein if you take into account the ESG criteria. We had just, a study has been just published after maybe the day after we crossed the threshold, and showing that Mowi was across 60 producers of protein the best in terms of ESG. That's point number one. Mm-hmm. Point number two, we do like to, I would say, follow mega trends. And for us, with the growing population, with the increase of middle class in a lot of countries, we really think, there is a need for protein, and there is a need for healthy protein. And that's what we are aiming to with our investment in Mowi. Then I would say it's a combination of a sector that we do like, nutrition, answering to megatrends. By the way, the fact that we invested in Mowi, if you look to the stock price, in fact, COVID crisis provided us with a good entry price, mm-hmm. because the consumption of salmon decreased across the world due to the fact that, a lot of restaurants have been closed. I don't know at what point in time the exports towards China were stopped, because there were people who were even thinking that salmon could be a source of COVID-19, which is absolutely not the case. But and by the way, the imports into China restarted. But if you look to the stock price, we saw a significant drop, and that was for us an opportunity. We were looking at this company for a long time, but once again, it's also a question of opportunity, and we had an opportunity due to the COVID crisis. Then that's a story about Mowi. Was it something that you were already looking at before COVID? Sure. There are a lot of companies that are on our radar, and We are looking at them, studying everything, taking a lot of advisors to understand the dynamics, the markets, and so on. But I will give you a small anecdote. When I joined as a CFO, a private equity firm called Ergon, for which GBL was a sponsor, I had an interview with the CEO of GBL at that time. And it's a long time ago. It's making about 14 years ago. Okay. and before that, I was bedrijfsrevisor with PwC. Mm-hmm. And I was, one of my clients was Umicore. And the guy told me, Umicore, what do you think about this company? I said, I'm an auditor and I cannot tell you a lot of things. But I really think, and without disclosing secrets, that's a very good company. And I gave him some explanations, but I thought that it was just a matter of discussing. But a few years later, now we are nearly on, we are the biggest shareholder of Umicore, and in fact, Umicore was already on the radar 14 years ago. And that's one example. The second example I can give you, it's when we invested in SGS. That was an investment of 2 billion made in 3 weeks. But why we made it in 3 weeks? First, because we had the money, obvious. But second, because
This company was on the radar for years. And it was just a question of having the opportunity to invest in the company. And at that time, Exor wanted to exit of SGS, and we seized the opportunities. And that's how it works with GBL. Okay, just quickly translate here. So, allez, in Nederlands nu, dus de stake van Mooi is eigenlijk een... Het is een bedrijf dat ze al lang naar aan het kijken zijn. Ze willen al lang wat actief zijn in de voedingssector ook. En zeker, het bevat veel proteïne. Ze zijn top, Mooi is een internationale speler. Top binnen de ESG. En hierdoor kunnen ze eigenlijk inspelen op de lange termijn groeitrends. Dan zijn de zalmproductie. Nu, door corona was er tijdelijk wat een vraag, een daling van de vraag. Omdat ja, restaurants en dergelijke zijn gesloten. Dus daarvoor kan er wel, is er dus een opportuniteit gekomen om in te stappen. Hè. Dus het is echt een inspelen op de lange termijn trend, stijgende middenklasse. En Mooi zou daar zeker van moeten kunnen profiteren als internationale speler. En dan, het is eigenlijk een systematiek die ze gebruiken om bij vele van hun participaties, bij veel participaties gaan ze zo te werk. Dus ze hebben natuurlijk een investeringsteam die constant opportuniteiten zoekt. En wanneer dat er dan natuurlijk een uitschuiver is, voor een listed bedrijf binnen de beurskoers dan of zo, dan kunnen ze onmiddellijk ingrijpen omdat ze de case al duidelijk kennen. I think that's a bit... correctly translated. Goede samenvatting. All right, great. So maybe now I had some questions about Ontex. It is a company that is a bit in trouble at the moment. What is expected there? Do you expect a turnaround in the Ontex story, or what's your view on that as a big shareholder? No, I was sure that you would raise the question, even if Ontex is just 1% of our NAV. Yeah. Okay, it's fair to say that in Belgium it's something like 1/3 of the questions I do receive. Yeah, it's a good question because, yes, the company knows difficulties, and I will not name every of the difficulties because those are well known. Well. In the past, raw materials were quite high. Now it's correcting a little bit. They had problems with the M&A activities they had, and for example, the misrepresentation in Brazil. Okay, that's also well known by the market. We were disappointed by the company performance, and you saw that things are moving in terms of governance. Okay, the CEO left. A new chairman has been appointed. There are new board members. But you know, at GBL, well, it could be easy to say, okay, we take our loss because it's 1% of our NAV, but it's not our style. You know, we are an active and engaged investor, and we want to fix things. And that's what we will do with Ontex. We do believe in the strategy. We are sure that with a reinforced governance and management, we might be on track in the future. And then for us, we are heavily working on it. Obviously, I won't give you too much details because it's work in progress. It's fair to say that there are still a lot of challenges, but we are working on it. And you can be sure that when people say, okay, do you still believe in the company? Yes. Okay, and it will be a long journey. But I'm sure that we will get there. Okay, thank you very much for that. Dus ja, over het Ontex in het algemeen blijft natuurlijk, het heeft een kleine impact op de portefeuillewaarde van GBL in totaal, zo'n 1% van de onderliggende waarde. Dus eigenlijk ja, zouden ze makkelijk kunnen zeggen, we doen het van de hand, het zal geen zo'n grote impact hebben, maar GBL wil echt als actieve aandeelhouder, ook in slechte tijden, zorgen dat het een turnaround doorgaat. Het heeft wat tegenslagen gehad qua M&A en dergelijke. Maar er is nu de CEO is nu weg en er is een nieuw management team op komst. Dus het is iets waar dat ze hard aan het werken zijn om terug op de juiste rails te geraken, laat het zo zeggen. Oké. Then maybe a next question. What do you see for the future of Siena Capital? I mean, in COVID times, there has been private equity and venture capital has been doing well a bit. Is this something that will grow in the future for GBL? Or yeah,
Once again, very good question, because you might have seen that we appointed new CEO for Siena Capital, mm-hmm. Namely Pedro Antonio Arias, coming from Amundi, where he was managing assets worth something like 55 billion, and it was quite sizable. And basically, Pedro Antonio is working on the strategy of Siena Capital, and it will be, I would say, more to tell in the future. But we will certainly organize a capital market day to provide full information on the new strategy of Siena Capital. We are still working on it. But I would say, and you can see that it's Siena Capital is something like 2 billion of our NAV, mm-hmm. and it's quite significant. What will it be in the future? It's also a question. I think it will grow, that's for sure. That's, I would say, the target. But once again, it's a question of opportunity and definition of the strategy. I was listening to our friend of GIMF, and well, basically, for example, if you speak about private equity, there is a lot of liquidity on the market, which is also fair to say that the prices are sky high. There is fierce competition, and once again, it will depend on the opportunities, but also on the strategical decisions that will be taken soon. Okay. And very sorry to be, yeah, I would say, quite vague on it, but that's how it works. And we will organize a capital market day in the coming month to give you full clarity of what will happen with Siena. But I would say, on an overall basis, the idea is to have this activity growing, because we do think that there are a lot of opportunities. Mm-hmm. You can see that we... You know, if I just take the recent investment, we also announced a commitment of 110 million USD in C2 capital. This is also a new investment of Siena Capital, and we will continue so. Then more to come in the future, that's for sure. Okay, that's definitely something that investors can look out for, the new strategy. Yeah. So just to quickly translate here. Ja, dus voor Siena Capital, het is overlaatst hebben ze natuurlijk een nieuwe CEO aangeduid. Kwam van Amundi, had ongeveer meer dan 50 miljard onder beheer. Nu bij Siena Capital, ze zien daar zeker wel nog groei voor in de toekomst, maar de opportuniteiten moeten zich uiteraard wel voortdoen. Hè. Zoals we daarnet ook bij GIMF gezien hebben, er is wat concurrentie in de markt. Dus voordat we die groei of die portefeuille kunnen doorgroeien, moeten er opportuniteiten zijn. En ook ten tweede zijn ze dus aan het kijken om de strategie van het volledige fonds wat bij te werken. Natuurlijk kan nu nog niet veel over gecommuniceerd worden, maar dat is zeker iets waar dat investeerders aan mogen kijken in de toekomst. Okay, good. I would maybe regards to Adidas. It's one of the largest stakes. I mean, how has the company been doing? Because I mean, shops were closed, but then on the other hand, it's a brand that benefits from the people that sport more. And what's your view on that stake? Because it has been a stake that has been doing very well in the past. I think you sold some last year, but bought back a little bit during the. So yeah, actually shows your concern. No, but that's correct. We entered in Adidas, and you can do the math by taking our accounts. In fact, we entered at 80. Euro per share. Nowadays we are at 285, if I'm not wrong. I did not check the latest figure, but then basically it's, I would say, a good story for GBL. The fact that we sold a block of 500 million of Adidas was in fact due to, first, the fact that, well, the importance of Adidas in our portfolio was increasing, and we want to have and to avoid situation that we had in the past of having, well, lines that are too big in our portfolio, and we want to diversify ourselves. And the idea was also to rebalance a little bit of our portfolio. That's point number one, and also to crystallize gains, because, well, if you look today, okay, our enterprise is 80 and now it's worth 285. But okay, fine.
but still not yet made. Okay, and then the idea was first to reduce a little bit the exposure of portfolio regarding Adidas and also to crystallize capital gains, full stop. Okay. And well, I can give you additional information on Adidas, obviously, because it's fair to say that they were impacted by COVID-19 because a lot of shops closed. But this being said, and by the way, they asked for the help of the German state and of the KfW to finance them or to provide guarantees to finance them. In fact, and that was the reason why they were not able to distribute a dividend this year. But now they are rated, like us. Mm-hmm. Okay, and they had a lot of activities in terms of financing that enabled them to secure the balance sheet, that's for sure. And regarding the activities, they suffered mainly, for example, in China. But now in China, it's back, I would say, to normal business. And if you refer to the latest communication of Casper, the CEO, you will see that, in fact, the forecasts are really good. And that's a reason why the stock price is now very high, back to, I would say, a normal level as compared with pre-COVID levels. Okay, thank you. Maybe a bit of a follow-up question on that from my end. Correct me don't if I'm wrong. Want to summarize the first part? Yeah, it's just a small follow-up one. And in regards to the loan, the government loan that was provided by KfW, if I'm correct, they didn't fully use it. No. And by the way, they refinanced themselves by accessing directly to the market, and therefore we could expect. And once again, I refer to the communication of Adidas in this respect. But this warranty, we hope that it will be an ended story. I would say in the short term. Okay, great. Kort even een recap van het verhaal rond Adidas. Ze hebben inderdaad vorig jaar wat van de winsten verzilverd. Hè. Voor corona was het dan, omdat het aandeel toch wel een goede koersprestatie gehad over de maanden en jaren ook voor corona. Dus de positie liep wat hoog op binnen de portefeuille. Vandaar dat het altijd goed is om te verzilveren en wat te diversifieren. Nu... ze hebben inderdaad een kleine steek bijgenomen, maar het bedrijf doet het, ondanks dat het toch wel wat geleden heeft met de sluiting van stores, weer goed. De verkopen in China zijn toch quasi normaal, laat ons zeggen. En ze heeft ook een zeer goede liquide onderliggende situatie bij Adidas. Ze hadden een lening van de Duitse Staatsbank eigenlijk tot hun beschikking en hebben deze niet gebruikt. Dus een bedrijf die terug op track is met een goede outlook. Inderdaad. Ook. Okay, maybe just one more final question. You know, I'm the last one, then we can spend the night here. Then we can spend the night, yes, indeed. Oh, yes, indeed. So, you did a big invest, or a big, of course, it's a big nominal amount, of course, but in relative to the portfolio, it's modest. In Webhelp, it's a private company. It's one of the first, it is the only big, of course. Park Hyun-ryu has been the list, but... looking just at Webhelp, what opportunities do you see there? More private companies? Is this something? How are you experiencing it at the moment? No, but the Webhelp is a sizable investment because we are speaking about 0.9 billion. Then it's really important for us. And by the way, the prospects are, as I mentioned already, I'm a huge fan of Webhelp because the management team is just incredible. If you look to the track record, it's just amazing. That's point number one. In fact, you know, they are working, as I mentioned, in the outsourcing of the customer relationship, i.e., you know, call centers to provide help to increase the sales of the companies. And this is a sector, this is fastly growing because, you know, the customer relationship is obviously a key point for every single company. But using a specialist in this respect and outsourcing these activities makes a lot of sense. You know, we are no longer speaking about, you know, low quality call centers, but we are here with a player that wants to have the highest quality. There is a lot of artificial intelligence, chatbots. It's the communication is now using iPads, iPhones, computers, whatever. It's no longer by phone. And if you,
For example, if you look at the impact of COVID-19 for the activity of Webhelp, it's fair to say that several of their customers suffered a lot because they have in their portfolio airlines, hotels, and so on. Then obviously, those companies were suffering quite a lot. But you saw a huge boom regarding the GAFAMs of this world. And basically, if we... And there was a board yesterday, and obviously I won't disclose confidential information, but news are really good. And it was a huge challenge because this company is employing something like 60,000 people, you know, mainly based in, well, in buildings, having also call centers and so on. And it was a huge challenge to put all those people, you know, working from home. And they were able in several weeks to move something like 49,000 people from the office and having them working from home, then it was just amazing. And by the way, as I mentioned to you, the results are very, very good. And as I mentioned to you, there is a lot of opportunities to have M&A activity. This sector is very fragmented. They are not in the US. The US is a very mature market, but with high margins because they value the customer relationship management. And there is a bright future for Webhelp. Oké. Okay. Dus voor Webhelp, een bedrijf dat ze enorm in geloven, een privaat bedrijf dat ze onlangs in geïnvesteerd hebben. Die customer relations, ja, die doen het eigenlijk gedurende COVID zeer goed. Ondanks dat er natuurlijk wel wat moeilijkheden geweest zijn binnen zwaar geraakte sectoren, zijn de airliners, et cetera, ook de herallocatie van die mensen. Maar Webhelp, ja, dat is een bedrijf die... Het is niet meer de traditionele customer relations dat je vroeger had. Het is echt IT met artificial robots en zo gedreven. Ook het laatste nog, het is een sector waar er enorm veel mogelijkheden in zijn naar de toekomst toe, qua synergievoordelen, consolidatie van de markt, laat ons zeggen. Ook in de VS is er zeker nog een enorm grote potentiële markt voor. If there is something you want to add to that, feel free. I've got a lot to add. Yeah, you have, of course. Maybe one part of your question was also to say, okay, will you still increase your investment in private assets as compared within quoted companies? Once again, it's a question of opportunity. Mm-hmm. Okay, Webhelp, as a matter of fact, one of the founder was in relation, well, was a friend, I would say, of Yann Gallienne, our CEO, and therefore it provides you with an angle. And they were owned in the past by KKR, and they wanted to have an investor for the long term, I would say, to be able to be a world leader within 10 years. And, you know, the competition of this on this file was with houses that were maybe having a shorter horizon of investment, and therefore this provided us with a second angle, okay? And that's why it worked. No, it's just a question of opportunity, just a question of having an angle. If you look, you know, we invested in Webhelp, but the latest investment we disclosed was in Mowi, in a quoted company. Then once again, it's often a question of being opportunistic, that's it. Okay. Dus ja, in de toekomst voor verdere investeringen in private bedrijven, zoals we gezien hebben bij Webhelp, een beetje hetzelfde verhaal zoals bij Siena Capital. Er moeten natuurlijk opportuniteiten komen. Bij Webhelp hebben ze die opportuniteiten gehad. Ze waren, laten we zeggen, op de goede moment, op de goede plaats. En ook, ja, er was wel competitie voor die stake in Webhelp, maar zij zijn echt de lange termijn investeerders en die krijgen natuurlijk... Ja, elke onderneming verkiest natuurlijk altijd lange termijn relaties. Or not always, but it is for a company that wants to grow, it is important to have a long-term relationship. You're right, thank you. Just for you, maybe I've asked it to the other two CFOs as well. What is one key takeaway that the investors who are watching should take with them? What is the key advantage of GBL? Why is it a good opportunity? Once again, I will do some marketing as Kim did, but no, it's true to say that I think that investing in GBL with a discount of 30% is a good opportunity, knowing that our yield is very good, higher than 3%.
that we are very patrimonial, i.e. having low leverage. And I would say not a lot of surprises, but we want to be more active as compared with the past. And I think that it's the right time now to invest in GBL. Okay. Dus ja, uiteraard ook een goede portfolio. De discount is natuurlijk aantrekkelijk. Een gezonder portfolio met onderliggend ook een gezonde balans. Met zeker nog opportuniteiten ook voor in de toekomst. Dus zeker iets om in de gaten te houden. Thank you very much, Xavier, for being here, for answering the questions. I will just address myself now to the public for a final answer. Dus ja, dank u wel iedereen voor toch talrijk aanwezig te zijn op dit holding event. De slides en de presentaties die zullen nog doorgestuurd worden. Dus moest ik nog vragen zijn, mag u die altijd doorsturen. En dan wil ik in specifiek nog onze drie gastsprekers, Xavier, Tom en Christophe, bedanken. En een vettige, prettige avond nog, alsjeblieft. Dank u wel. Polyro.be. Beleg online met inzicht.